Goedemiddag, hartelijk welkom bij het derde SLIP-webinar van STOA. Mijn naam is Cora Uiterlinde en ik werk als programmamanager bij STOA. Dit is het derde SLIP-webinar wat we nu organiseren en het gaat over innovaties. Er zijn al twee eerdere SLIP-webinars geweest. In december hebben we er eentje gehouden en daar stonden de TDH's centraal met ervaringen uit de praktijk. En een mooie overview van wat de technieken allemaal brengen. In februari hebben we het tweede SLIP-webinar georganiseerd en dat ging met name over SLIP-ontwatering. Het ging over datgene wat de werkgroep Poly minder doet. Een aantal voorbeelden over hoe SLIP-ontwatering ook te sturen is. En ook de ontwikkelingen bij de Unie van Waterschappen over de inkoop van polymeer. Nou, dit webinar staat dus in het kader van innovaties. De nieuwe technieken gaan we behandelen. Temista, Evira, Torwash, biobitumen en Midmix. Als ik zo even de lijst goed in mijn hoofd heb. En het vierde webinar, dat staat gepland voor 25 mei. En die datum is verplaatst. Dus het is wel goed om even te weten dat 25 mei de nieuwe datum is. En dan gaan we kijken naar de ontwikkelingen in de SLIP-eindverwerking. En daar staan dus de SLIP-eindverwerkers centraal. En ook de VVZB komt aan het woord over de ontwikkelingen. Aqua Minerals is dan ook van de partij. Dus 25 mei in ieder geval noteren. We hebben in ieder geval geconstateerd dat met dit SLIP-webinar dat we hier heel wat technieken de revue laten passeren. Het zijn vaak hele korte pitches, maar we hopen daarmee toch even de juiste informatie voor het voetlicht te brengen. En iedereen weet weer wie die kan benaderen als je meer over wil weten. Er zijn ook heel veel technieken komende voorbij, vandaag maar ook in de eerdere. En ik heb even in een sheetje, Michelle zou je de sheet willen laten zien. Een aantal technieken hier weergegeven. Op de X-as staat de temperatuur en op de Y-as de druk. En hiermee kan je wel zien hoe de verschillende technologieën zich tot elkaar verhouden. Het is allemaal een combinatie van de verschillende druk en temperatuur en soms ook nog in combinatie met de verblijftijd. Ja, er zijn mildere technieken en uiteindelijk het meest kritische techniek is natuurlijk subkritische vergassing, helemaal rechtsboven. En daartussenin zitten de verschillende technieken. Nou, vandaag hebben we het in ieder geval over Temista, Evira, Torwash en subkritische vergassen. Nou, op de tweede sheet wordt nogmaals weergegeven de verschillende behandelingstechnieken, ook in relatie tot de condities. Naarmate de temperatuur toeneemt en de druk ook, vinden de verschillende processen plaats. Afhankelijk van de doelen die nagestreefd worden, kan je ook je juiste behandelingsmethode kiezen. Het geeft een globaal overzicht en vanmiddag hopen we bij een aantal technologieën wat meer de diepte in te gaan, ook al is het maar met een korte pitch, over de technologieën. Deze middag hebben we een mooi programma en ik heb wederom Merle de Kreuk gevraagd om dagvoorzitter te zijn, om ons gezamenlijk door deze middag heen te leiden. Merle, heb je er weer zin in vanmiddag? Ja, zeker. Als ik de mute-knop meteen kan vinden. Nee, hartstikke veel. En ook innovaties, ja, dat gaat mij natuurlijk nauw aan het hart als academicus. En voormalig innovatietechnoloog. Dus ik ben heel erg benieuwd wat deze middag ons gaat brengen, Cora. Zullen we maar van start gaan dan? Lijkt me een goed plan. Oké, nou dan wil ik eerst een disclaimer doen. Ik weet niet wie er in de zaal zit, maar als er vandaag slip gezegd wordt, heb ik vorige keer ook gezegd, bedoelen we zuiveringsslip of actief slip uit de huishoudelijke afvalwaterzuivering. Zo, dus die, daar kan geen misverstand meer over bestaan. En we willen graag starten. Een andere huishoudelijke mededeling is dat de vragen kunnen gesteld worden in de Q&A. En dat is hartstikke leuk, want zo kunnen jullie actief meedoen thuis. Het is altijd lastig omdat we kunnen zien. Dus vragende blikken, dat kunnen we niet signaleren deze keer. Voordeel is ook dat ik je niet opeens de beurt geef van en wat vind jij ervan.
Maar goed, vragen in de Q&A en tijd na de presentatie zullen de mensen die de presentatie hebben gegeven die vragen schriftelijk beantwoorden. En onze bevallige assistent Leon Korving, die geef ik ook af en toe het woord om wat vragen uit het publiek te stellen aan de sprekers, zodat die live behandeld kunnen worden. Ik denk dat we als opwarmertje maar eens naar de poll moeten gaan. De mensen die hier al eerder zijn geweest weten hoe dit werkt ondertussen. Jullie zien hierboven staan Mentimeter.com en een code. Die code kan je invullen, staat ook op de slide die jullie nu zien. En de vraag is, voor wat voor soort organisatie werk je? Kijk of het een beetje dezelfde verdeling is als de vorige keren. En nu is het mooi 50-50 tussen waterschappen en overig. Oh nee, de waterschappen krijgen weer de overhand. Dat was de vorige keer ook, hè? Toen hadden we ook veel meer waterschappers in de house. Maar het gaat een beetje heen en weer hier. Er zijn ook nog 5 anderen. Een belangrijke doel van Stowe zijn natuurlijk ook de waterschappen. Maar we proberen juist ook andere partijen te betrekken bij dit soort bijeenkomsten. Ja, dat is een mooie verbindende rol. We hebben ongeveer, ik kan het even nu niet zien, 97 deelnemers in de zaal. Dus we zijn er nog lang niet. Dus mensen zijn of aan het worstelen met de Mentimeter of willen graag anoniem meedoen. En dat mag natuurlijk ook. Nou, vul de laatste dingen in, zodat we het goed beeld hebben. En als die nu over een paar seconden niet meer gaat verschuiven, gaan we door naar de twee. Kijk, dat helpt altijd, hè, een beetje aanswingelen. Nou, maar volgens mij hebben we dan aardig beeld. Dus we gaan door naar de tweede vraag. En daarmee gaan we jullie meteen voor een hele lastige keus stellen. Michelle, kan je doorklikken naar het volgende? Ja. Hoe kijk je naar de huidige slipverwerkingstechnieken? En het leuke is dat je er maar eentje mag kiezen. Dus ook al ben je het met alle vier eens, moet je toch bedenken welke je het meest mee eens bent. Ze zijn hartstikke duurzaam en toekomstbestendig. Innovatie is helemaal niet nodig. Met wat aanpassingen en verbeteringen kunnen we best nog een tijd mee. Maar de meeste stemmen gaan nu al naar, het is een halve eeuw geleden uitgevonden, dus we moeten maar er eens wat aan doen. En we moeten het niet meer hebben over slipverwerking, maar over slipopwerking. Meer grondstoffen terug. Wat vind jij, Merle? Wat is jouw mening? Hoe kijk jij naar al die slipverwerkingstechnieken? Ja, interessante vraag. Ik vind het belangrijk om grondstoffen terug te winnen naar waar het kan. Maar ik denk dat we ook nog veel meer kunnen halen in de slipafbraak en andere technologieën om uiteindelijk met weinig afvalstoffen over te blijven. Dus ik denk, vooral de energie te benutten. Energie benutten, ja. EPS benutten, andere componenten die in het slip zitten. Maar ook om, er is nog zoveel onbekend in die slipafbraak. En dat verbaast me iedere keer weer. Dat ik denk, inderdaad, we zijn al eeuwen, vergisting is al een proces wat heel lang gebruikt wordt. Maar als het over slipvergisting gaat, zijn we nog steeds best tevreden met 40% afbraak. Terwijl we beter kunnen. Er zijn nieuwe thermische processen, die gaan natuurlijk al een stuk verder. Maar bij thermische processen weten we ook eigenlijk niet zo goed wat er nou precies gebeurt. En hoe wordt het gekraakt en welke verbindingen ontstaan er. Dus ik denk dat daar nog heel veel te halen valt. Ik denk dat we eruit zijn. Meer naar opwerking. Dus toch die grondstoffen terugwinning uit slip. Cora, dan weet je wat je te doen staat. Ja, we hebben er is werk aan de winkel. Werk aan de winkel. Ja. Goed zo. Nou, dan gaan we nu door met het webinar. Dus dan kunnen jullie horen, de mensen horen die Cora heeft uitgenodigd voor dit interessante webinar. We starten met twee innovaties die onlangs op full scale zijn gerealiseerd.
En persoonlijk vind ik het super interessante innovaties, want ik heb 2 PhD's op de onderwerpen werken die hele leuke dingen hierin vinden. Die ook gesponsord worden door STOA, maar... Oh nee, STOA moet die kant op wijzen. Maar dat terzijde. De Themista en de Evira gaan we mee van start. We beginnen met Alex Zengers. Alex, je mag in beeld komen, dan ziet iedereen ook hier meteen. Alex is beleidsadviseur technologie bij de afdeling afvalwaterketen van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Ik heb deze keer de sprekers gevraagd waarom zij nu juist de grote innovator van de Nederlandse waterwereld zijn. Nou, dat was een hele moeilijke vraag. Iedereen reageerde ongeveer dat ze de titel als grootste innovator absoluut niet wilden claimen, maar dat ze de innovatie een warm hart toedragen. En dat geeft de bescheidenheid van watertechnologen weer een beetje weer. Nou, zo zegt Alex dat ze als Schieland en Krimpenerwaard bescheiden meedoen met een innovatie die relatief eenvoudig is en niet al te veel investering vraagt. Themista, waar hij over gaat vertellen, is er bij Schieland en Krimpenerwaard doorgekomen omdat het een positieve business case heeft. In zijn ogen ben je pas een groot innovator als een innovatie ook werkelijkheid wordt, wanneer ook andere criteria waarde krijgen. Dus niet alleen het geld, maar dat er ook meer aan de hand kan zijn. We starten met een filmpje en daarna gaat Alex presenteren wat er allemaal gevonden is bij de zuivering Kralingse Veer. Mista Kralingse Veer. Nu op start druk, dan draait hij over een uur. Mechanisch is die goed, alleen ja, het geurprobleem houdt ons even tegen. We zijn hier op het terrein van Hoogheemraadschap, Schieland en de Krimpenerwaard. Mijn naam is Sander Russenberg en ik ben specialist procesvoerder hier bij Schieland. We hebben in principe het rioolwater gewoon hier uit de omgeving. Uit het rioolwater halen we in principe het primaire slip. Het primaire slip is vooral eigenlijk voor de gasproductie heel gunstig bij ons. In je processen hebben we het actieve slip zitten. Het actieve slip, wat we teveel hebben, het surplus slip, dat is eigenlijk het slip wat we in de Themista gaan behandelen. Inclusief al het slip wat van onze andere 8 zuiveringen komt, het surplus slip. En dat is hetgene wat dus in Themista behandeld wordt. Het primair niet. Het primair gaat echt rechtstreeks het oren in. En het is echt het surplus slip wat we in de Themista gaan behandelen voordat het de gistingstoornis ingaat. De eerste tank is de ontvangsttank. Helemaal links. Dat is de ontvangsttank. En daar komt het slip in binnen. We warmen hem naar 30 graden ongeveer. Van daaruit gaat hij naar de tweede stap. Dat zijn de volgende 3 tanks. Hij wordt verdeeld over die 3 tanks. Dus eigenlijk continu batchwise. We warmen hem naar 50 graden. Zodra hij daar de temperatuur bereikt heeft en de tanks hier zijn op temperatuur of leeg, dan pompt hij ze door naar de laatste 2 tanks en daar verwarmen we naar 70 graden. Dus hier doseren we dan ook de waterstofperoxide bij voor de laatste 2 tanks en van daaruit gaan ze naar de toren. Hier rechts heb je eigenlijk het hele verwarmingsgedeelte, dus hier komt de hele cv binnen. En dan eigenlijk hebben we helemaal aan het eind de eerste pomp staan. En dan naar deze kant, en dit zijn de 2 afvoerpompen richting de gistingstoornis. We hebben hier op Westervoort gekozen om de pompen niet redundant uit te voeren. Dat hebben we niet gedaan. En dat hebben we eigenlijk opgelost door overal bypassleidingen te plaatsen. Dus iedere pomp die kan de andere pomp vervangen om de tank te vullen door middel van afsluiters. Dus in plaats van allemaal dubbele pompen hebben we eigenlijk gewoon afsluiters extra geplaatst. Dus we zijn nu nog druk bezig met de, geur, ja, de geurproblemen. Dus zodra daar meer over duidelijk is. Het is echt alleen startdruk en dan doet je het. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Alex Zengers. Ik ben werkzaam bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
En ik ga jullie wat vertellen over Temista. Als die het doet. Michelle? Dankjewel. Temista is een samenwerkingsproces geweest samen met Evira, dat is Zuiden-Zeeland gedaan. En een flink aantal andere partners. En dat is een heel leuk samenwerkingsproces geweest. En dat heeft geleid tot het volgende. Want wat was ook alweer een Temista? Een Temista is een voorbehandeling van het secundaire slip van de zuiversinstallatie. En het is een behandeling, een lichte temperatuurverhoging, relatief licht. En een kleine dosering van een oxidatief middel. In dit geval is er gekozen voor waterstofperoxide. En vervolgens gaan we het samen met het primaire slip, de slipgisting in. En het is gewoon een normale temperatuurgisting. Dus geen thermofiele, maar een mesofiele gisting van ongeveer 37 graden Celsius. Volgende graag. Zoals je kunt zien is de behandeling zodanig dat de slipvlokken door de hogere energie die erin gebracht wordt, door de temperatuur en door de chemicaliën, worden afgebroken. En uiteindelijk worden ook de celbanden worden beschadigd, en, waardoor de CO2 gemakkelijker beschikbaar komt. En dat heeft dan weer, volgende graag, dat heeft dan ertoe geleid, die ontwikkeling. Dat wij in 2010 werden wij benaderd door, volgens mij was het toen nog apart, Royal Haskoning en DHV, met het idee van Temista. Wij hadden op dat moment een zwaar belaste slipgistingstank. En we hadden het idee van, nou, misschien kunnen wij door Temista er toe te gaan passen, toch de installatie wat minder belasten. Dat heeft ertoe geleid dat wij labonderzoek zijn gaan doen samen met DHV. En uiteindelijk in 2015 is er een pilotinstallatie gebouwd die we samen met Zuiderzeeland hebben gebruikt voor enerzijds het testen van Evira en anderzijds het testen van Temista. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt, dat zijn we gaan testen. Uiteindelijk een definitief ontwerp en dat heeft uiteindelijk geleid tot de realisatie in 2019. En de eerste opstart in 2020. Volgende graag. Waarom hebben wij gekozen voor Temista? Nou, Temista hebben wij gekozen op basis van een business case. En dat moet leiden, Temista, tot een verhoogde gasproductie. De getallen erachter zijn die uit de business case. Die moeten nog bewaarheid worden. Zo gaan we ermee echt mee gaan draaien. Nou ja, die gasproductie die leidt natuurlijk, omdat wij er elektriciteit van maken, ook tot een hogere elektriciteitsproductie en een verlaging van de CO2-footprint. Wat wij ook graag wilden was een verhoging van de capaciteit, omdat wij met de slipgisting al het slip van onze waterschap willen gaan behandelen. En dat gebeurt op het ogenblik ook. En daarnaast eventueel ook in de toekomst nog van andere schappen het slip te behandelen. Temista moet ook leiden tot een betere ontwatering van het slip. En uiteindelijk, omdat het slip afgebroken of verder afgebroken wordt en beter ontwaterd, zal er ook minder afvoer zijn naar de slip eindverwerker. En daarnaast heeft het slip een lagere viscositeit, waardoor er minder onderhoud is, maar ook de mengenergie in de gistingstanks meer dan toereikend is bij toch een 8 gram per liter aan droogstof. De volgende graag, Michelle. Hier zijn wat foto's van de bouw van Temista. Het is wel heel aardig om te zien hoe dat gegaan is. Het is een beetje prefab tanks zijn het. Volgende. Een heel belangrijk onderdeel van de Temista controller, van de Temista, is de Temista controller. Die is ook mee ontwikkeld door RDAV. En het aardige hiervan is dat de installatie draait niet op de aanvoer van het slip, maar op de beschikbare warmte. Dus op het moment dat er voldoende warmte beschikbaar is, dan wordt Temista volledig belast. Dat is 15 kuub per uur. En op het moment dat de warmte niet meer toereikend is, dan zal er een gedeelte van het slip gebypast worden om de Temista heen. En dat gaat heel automatisch.
Daarnaast kan eventueel, als er te veel warmte is, ook nog teruggekoeld worden. Want de warmte die normaal gebruikt wordt voor het verwarmen en op temperatuur houden van de slipgisting, wordt nu gebruikt voor de thermista. Dus de hoeveelheid warmte die wij nu gebruiken in totaal is niet heel veel meer dan wij kwijt waren aan de slipgisting. Volgende graag. Ja, wat heeft thermista voor ons eigenlijk op welke wijze succes geworden? Nou, met name de open en transparante houding die we hebben gehad met de verschillende partijen. Er werd niet gesproken over echt aan het contract houden, maar er wordt veel meer gewerkt in de geest van het contract, waarin alles gewoon bespreekbaar is. En waar we echt oog voor elkaar hebben. En wat ook heel belangrijk is, is dat de beheerorganisatie er van het begin af aan heel sterk bij betrokken is. Dus de beheerorganisatie die al op het moment dat de minister klaar was, wisten ze er zoveel van dat ze bij wijze van spreken al helemaal konden bedienen en opstarten. Volgende graag. Daarnaast is alles aantoonbaar getest voordat er is opgestart met slip. We hebben dus eerst alles uitgebreid met water getest. De software is uitgebreid getest. En daarnaast is er heel erg goed gekeken naar de veiligheid. Met name de H2O2-installatie die geplaatst was. In eerste instantie was de gedachte dat er met verdund H2O2 zou gewerkt worden. Maar er is op een gegeven moment voor gekozen om toch met 35% waterstofperoxide te werken. En dat vraagt weer hele andere eisen. Die heeft weer hele andere eisen voor de veiligheid, voor de installatie zelf. Wij draaien op het ogenblik niet met de Mista, omdat er tijdens de verschillende keren dat we opgestart hebben een nieuwe uitdaging is verschenen en dat is geuroverlast. De volgende graag. Nog een keer alsjeblieft. In december 2020 hebben we de installatie voor het laatst helemaal opgestart. Heel leuk, in de buurt van de kerst. En het was geloof ik 2 dagen voor kerstmis, toen kregen we een dermate hoge stankgolf uit de installatie dat we besloten hebben om weer af te zetten. Want het is toch een probleem gebleken. De hogere geurvracht is ook duidelijk dan hoger dan gedacht werd in de pilot. En uiteindelijk is ervoor gekozen om een tweetraps filter te plaatsen, een chemisch filter, met nog een nageschakeld actief koolfilter. En dat werkt wel, maar we hebben hem nog niet helemaal stabiel in bedrijf kunnen krijgen. Volgende. Oh, ik vergeet nog even te zeggen, ja, de oprukkende woningbouw. Het is zo dat toen de zuiversinstallatie Kralingseveer gebouwd werd, in de 80e jaren, stond hij naast de Brienoordbrug. En het staat er trouwens nog hoor, maar in ieder geval naast de Brienoordbrug. En er was geen bebouwing omheen verder. In de loop van de jaren is daar een bedrijventerrein omheen ontwikkeld. Maar dat is met een matig succes gebleken. Er staan erg veel kantoren leeg. En de gemeente Capelle heeft nu besloten om die kantoren om te gaan bouwen tot woningen. En ja, dat betekent dat wij dus met onze installatie toch nog wat meer ons moeten focussen op het tegengaan van geuroverlast. Volgende graag. Nog een keer. De installatie is technisch prima opgestart, die keren dat we dat hebben gedaan. En we konden ook direct de biogasproductie zien stijgen. Dat is ook hier te zien op het grafiekje. En we zijn er heel hard mee bezig op het ogenblik om tenminste helemaal zonder geurklachten te kunnen laten draaien. En ik weet zeker dat op het moment dat wij kunnen gaan draaien, dat wat Sander Russenburg in het filmpje ook zei, op het moment dat de knop omgaat, doet hij het. Volgende haar. En dan gaan we het onderzoek op de full scale samen met STOA oppakken, zodat we de werking van Thermista kunnen gaan monitoren. De laatste. Op weg naar een succesvolle innovatie. Dit is de laatste sheet. Dankjewel, Alex. Mooi verhaal.
Leon, zijn er al vragen, korte vragen uit het publiek die we Alex even tussendoor kunnen stellen? Ja, er zijn een paar korte vragen. Dus de eerste vraag is, jullie laten ook het externe slip door de thermista gaan. Is dat alleen secundair slip van die zuivering of zit er ook primair slip dan toch tussen? Nee, het is alleen secundair slip. Al onze andere zuiveringen hebben geen voorbezien tanks. Dus het is gewoon per definitie secundair slip. Oké. En een andere vraag is, waar komt die geur precies vandaan? Komt die uit de thermista-installatie of uit de gisting na behandeling in de thermista? Het komt uit de thermista-installatie. Maar wij vermoeden dat het veroorzaakt wordt door verouderd slip uit onze kleinere zuiveringsinstallaties, waar het soms wel een week tot twee weken staat voordat het wordt afgevoerd naar de zuivering Kralingse Veer. En dan komt het toch onder anaerobe condities. En een laatste vraag misschien voordat we doorgaan naar de volgende spreker. De andere vraag kunnen we later nog behandelen. Jullie hebben toch gekozen voor die hogere peroxideconcentratie. Is daar een belangrijke reden voor om dat te doen? Ja, het bleek toch meer gedoseerd te worden dan in eerste instantie gedacht was. Het is ongeveer een liter per kuub. En er zou zoveel vrachtwagens gereden moeten worden dan, in die lagere concentratie, dat het verladen van van de H2O2 dat een probleem zou worden. Vandaar dat gekozen is voor toch wel een geconcentreerde stroom. Oké, duidelijk. En zijn er dan nog extra veiligheidsmaatregelen nodig voor die peroxide? Ja. Op het moment dat er voor gekozen werd, is ook de leverancier gekomen. En die heeft ook de tank helemaal geïnspecteerd. En we moesten ook een aantal maatregelen treffen, waaronder koeling van de tank. Dat als het zomers, als de zon er rechtop staat en het is 35 graden, dan zou er explosiegevaar kunnen ontstaan. En dan moet de tank gekoeld worden. En die is er dus ook nu. Ja. Mooi. Okay. Er zijn nog meer vragen, maar Alex, kan je zo meteen in de chat al of in de Q&A alvast wat vragen proberen te beantwoorden. Is goed. Ja. Dat is heel mooi. En daar heb je de tijd voor tijdens de presentatie van Hans Kuipers. Behalve dat jij natuurlijk graag wil luisteren. Hans is de volgende. En Hans prijst zich gelukkig dat hij al ruim 12 jaar werkt bij Waterschap Zuiderzeeland. Hij is daar projectmanager, adviseur zuiveringstechnologie en innovatie. Ook is Hans meer van we dan van ik als het om innovatie gaat. In deze presentatie vertelt hij over de ervaringen met Evira op Tollebeek. En later komt Hans nog een keer terug met Torwash. Hans, je mag presenteren, maar we starten eerst met een filmpje. Evira Tollebeek. Maar de vergistingstechnologie in de vorm van een tank, daarin is niet heel veel keuze. En dan is Evira toch wel het pareltje van de innovaties van de afgelopen jaren als het gaat om vergistingstechnologie. Mijn naam is Hans Kuipers en ik werk bij het Waterschap Zuiderzeeland. En we staan hier op de zuivering in Tollebeek. In de hal waar de pompen gesitueerd zijn voor het verpompen van het slip richting de gisting. Om precies te zijn de innovatie van de Evira-vergister. Slip van andere zuiveringen wordt opgemengd met ons eigen slip. Gaat door de Evira heen met een verblijftijd van om erbij 7 dagen. Daarna gaat het richting de navergister. Daar zit het er 14 dagen in, wordt ontwaterd. En daar maken we hier elektriciteit van en warmte. We hadden hier best wel veel biogas wat we af moesten fakkelen. Eigenlijk te weinig om iets nuttigs mee te doen. Toen hebben we gezegd, ja, we willen hier wel meer slip vergisten. En uiteindelijk hebben we inderdaad dat gedaan met de innovatie Evira. Een innovatieve vergistingstechnologie berust op het principe van propstroomvergisting. En ja, we zien hele hoge afbraken van organisch droge stof ten opzichte van de traditionele wijze. We hebben hem ontworpen volgens mij op maximaal 4 dagen per compartiment. En dat hebben we toen teruggeschroefd naar ongeveer een 3, 2,5. En dan kijken wat dat doet met de productie van uiteindelijk vetzuren en natuurlijk de omzetting daarvan naar biogas.
En zo is dat wat geoptimaliseerd. Met de ene keer heb je wat meer slip, dan de andere keer heb je wat minder slip. En er komt hier ook wel eens 500.000 IE binnen vanuit de vis op een dag. Hij draait nu sinds 2018 zo goed dat we veel meer biogas produceren dan we eigenlijk destijds hadden verwacht. En hopen dat we in de toekomst ook op AWC Almere een dergelijke keuze kunnen maken. Dat we daar ook ons slip vergisten. En dan hebben we een prachtige situatie in ons beheersgebied. Dat we al het slip kunnen vergisten, maar ook flexibel zijn in daar waar we doen. Ja, Merle, dank voor de introductie. Ik hoef al niet zoveel meer te zeggen. Er is al best wel veel gezegd in het filmpje, zie ik zo. Ik hoop dat jullie een leuk filmpje vonden. Dan ga ik jullie nu meenemen de verdieping in. Niet heel diep, want daar hebben we geen tijd voor. Michelle, zou jij de volgende sheet erop willen zetten? Even kort aanleiding. In de periode 2012 waren we druk bezig met het definitief ontwerp voor de upgrade van de zuivering Dronten. En dan vind ik het ook altijd wel leuk om de markt uit te dagen, om te komen met innovaties die we kunnen meenemen. En in dit geval kwam Royal Haskoning, toen nog Royal Haskoning en DFW, laatst samen, met het idee van de propstroomvergister. Dus daar hebben ze een keer over gesproken. Ja, toen bleek dat eigenlijk voor Dronten minder goed te passen. Maar op Tollebeek wisten we dat we best wel veel biogas afvakkelden. Dus vandaar dat we daar gekeken hebben naar het extra vergisten van biogas. Of van slip, zodat we meer biogas zouden gaan produceren. Zodat het wel uitkomt om daar netjes het tweede WKK bij te plaatsen. Even voor de duidelijkheid, op dat moment vergisten we maar 30% van het slip. We zitten nu ongeveer op de helft. Iets anders wat speelde, wat mooi paste bij die innovatie, was dat we na uitbreiding en vernieuwing van de waterlijn de sliplijn nog moesten doen. Dus we konden daarin nog keuzes maken. En zo is daar uiteindelijk de keuze gemaakt om de vergistingscapaciteit met Evira uit te breiden. Volgende alsjeblieft. Nou, Alex die gaf het al even aan. Het was een project met een samenwerking tussen Hooghemerschap Schiedam en de Krimpenwaard, Zuiderzeeland, onder leiding van Stoa en Royal Haskoning. Nou, hier nog eventjes een aantal deelnemers daaromheen. Logisticon heeft de pilot gebouwd. De TU Delft heeft nog wat wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het LIFE-logo zit erin natuurlijk vanwege dat daar een LIFE-plus-subsidie op zat. Ook Agentschap NL heeft een subsidie verstrekt en STW. Volgende alsjeblieft. De volgende mag wel. Nou, wat is nou het principe van deze innovatie? Het principe is eigenlijk niet nieuw. Ik gaf het al even aan. Berust zich op een propstromer. Er was nou een propstromer. In het linkerkant van het plaatje zie je een verticale propstroomreactor. Zoals ze die toepasten in Duitsland, ook op grote schaal, om slip te vergisten. Het stroomt door de vier compartimenten heen en uiteindelijk stroomt het erbovenuit. Die techniek is in Duitsland eigenlijk nooit veelvuldig toegepast, omdat deze techniek leidde tot kleinere reactoren, minder beton, maar ook vaak van staal. En in Duitsland was het principe dat hoe meer beton je bouwt, hoe groter de tanks er zijn, hoe meer subsidie je krijgt. Nou, deze techniek die is door R&D verder uitgeplozen en uiteindelijk heeft dat geleid in een horizontaal ontwerp van drie gescheiden reactoren. Vanuit het compartiment 3 een recirculatie plaatsvindt naar compartiment 1. Om de fysieke condities in de reactor op peil te houden. En eigenlijk wordt er vanuit compartiment 3 bicarbonaat teruggevoerd naar compartiment 1. Zodat je ook voorkomt dat het te veel verzuurt en uiteindelijk ook dat van invloed is op de gisting. Volgende alsjeblieft. Nou, ik zie dat er een presentatie op staat met nog commentaar erin. Evira presteert
flink beter dan de conventionele continu geroerde tankreactor, de CSTR. Daar kom ik zo nog wel even op terug. We zien een hogere omzettingssnelheden. Mede ook door natuurlijk die scheiding van die deelprocessen. Wat dan leidt tot uiteindelijk meer biogas en minder slip. Werd ook in het filmpje al even uitgelegd. De verblijftijd is relatief kort ten opzichte van een traditionele gisting. Het varieert natuurlijk een beetje van de hoeveelheid slip in de aanvoer. Maar die zit in de Evira 7,5 tot maximaal 12,5 dagen. Dus ja, die verblijftijd is flink korter. Dat kan ook. Daardoor kun je dus natuurlijk kleiner bouwen. Het grafiekje wat ik daar even heb neergezet, dat laat zien dat de afbraak van organisch droge stof afhankelijk is van de hoeveelheid primair slip. En bij een verhouding van een 60-40 zien we toch wel dat die afbraak het hoogst is. Dit is gedemonstreerd tijdens de pilot in oranje en op laboratorium in blauw. Maar dit zien we ook in de praktijk. En in de praktijk zitten we eigenlijk nog wel wat hoger dan gemiddeld die 50% afbraak van organisch droge stof. Ik gaf het al even aan in het filmpje. Daardoor is de fakkel aan de kleine kant. En daardoor kunnen we eigenlijk niet de hoeveelheid slip vergisten die we zouden willen vergisten. Volgende alsjeblieft. Alex liet het ook al even zien in het hele ontwikkeltraject. 2013 zijn we begonnen met de flesjes testen. Nou, jullie zien daar een fotootje op het lab van RADFV. Gevolgd door een pilot op de zuivering in Tollebeek. En uiteindelijk de bouw gestart in 2017. Het project is in 2018 gerealiseerd. De tank is in 2018 in gebruik genomen. Nou, op dit moment weten velen van jullie dat ook op de zuivering in Sleewijk het principe van Evira toegepast is. En ook buiten Nederland zijn ontwikkelingen. In Jeruzalem en in Ierland. En er staat een pilot gepland voor in Canada. Dus ook Evira gaat over de grens. En dat is natuurlijk alleen maar mooi. Volgende alsjeblieft. Nou, hier even korte prestaties in de tijd. Vanaf januari tot oktober 2019. De groene lijn is weer de organische stofomzetting. Nou, die zie je dat die best wel stabiel is. Tussen de 50 en de 60%. Nou, dit zijn de resultaten vanuit de full-scale Evira. Nou, de rest moeten jullie maar eens even nalezen vanuit de tijd. Maar dit is wel het belangrijkste om te noemen. Dat dus die omzettingen best wel hoog zijn, waardoor je inderdaad veel meer slip kan omzetten naar biogas en dus ook minder slip produceert. Volgende alsjeblieft. Hier zien we een aantal plaatjes uit de praktijk. Het eerste plaatje, biogasproductie van 2017 en 2020. Nou, dat mag duidelijk zijn dat die behoorlijk is toegenomen. Middelste plaatje zijn we ook daarmee dus in staat geweest om ook minimaal af te fakkelen. Nou, dat is ook duidelijk. En het meest rechte plaatje zijn we dan vanuit de situatie waarbij we flink veel elektriciteit inkochten, naar een situatie gegaan waarbij we eigenlijk dagelijks een teveel hebben, dus ook elektriciteit aan het net leveren. Volgende alsjeblieft. Ontwikkeling. Nou, ik gaf het al even aan, Evira presteert beter dan gedacht. Dus we vergisten niet al het slip van Lelystad, wat we wilden gaan doen. Ook merken we dat er vanuit de visindustrie flink meer aanvoer is van primair slip dan destijds bij het ontwerp gedacht. Dus de huidige WKK-capaciteit en de fakkel die zijn te krap. Inmiddels hebben we een grote fakkelinstallatie en is de aanbesteding voor een derde grotere WKK gestart. En die zal ook dit jaar in bedrijf worden genomen. Het wordt een mobiele WKK, flexibele, in een containeropstelling. Zodat we ook heel handig in de toekomst kunnen inspelen op ontwikkelingen rond groen gas. Ons bestuur, dagelijks bestuur, heeft in het collegeprogramma een behoorlijk stevige ambitie opgenomen rondom slipreductie. Zo hebben we de ambitie daarin neergezet op 20% in 2025. Nou ja, dat redden we niet met de huidige potten en pannen. Dus de inzet is dat we ook richting 2025 al ons slip kunnen vergisten
door ook een vergistingsinstallatie neer te zetten op de zuivering Almere. We zitten nu in het proces rondom bestuurlijke besluitvorming en ik hoop dat ons bestuur rond de zomer daarin een besluit kunnen nemen. Daarin nemen we direct groen gas mee en ook groene CO2. Nou, in die Evira, omdat die bestaat uit die 3 compartimenten, heb je natuurlijk per compartiment eigenlijk de verschillende reacties die er plaatsvinden rondom vergisting, hydrolyse, acidogenese en de metagenese. En gebleken is dat de concentraties vetzuren best wel veel zijn. Dus in de toekomst zou je die dus kunnen oogsten om iets te noemen met bioplastic, vario. Dan de volgende sheet. Waarom Evira? Nou, er is al heel veel gezegd. De waterschappen gaan richting 100% vergisting en eigenlijk misschien ook wel een plus. De waterschappen mogen straks tot 200% van hun eigen verbruikte energie zelf duurzaam opwekken. Dat betekent ook dat we meer gaan inzetten op co-vergisting. Ja, en Evira is daar eigenlijk dan de next step vergisting. Kortere slip, retentietijd, een kleinere bouw, lagere kosten. Dus een kortere terugverdientijd. En wat ook het mooie is, wat je dus ook in Israël zag, is dat je dus ook Evira kan toepassen binnen bestaande configuraties. Heb je 2 gistingstanks, zou je daar een nieuwe kunnen bijzetten. En op die manier heb je ook het Evira-concept toegepast. Dan de volgende sheet. Nou, was de laatste al. Kijk, volgens mij mooi binnen de tijd, hè, Merle? Helemaal goed gedaan. En volgens mij kan je nog veel meer vertellen als je verbaasd was dat het de laatste sheet was. Dus heel goed. En ja, ik vraag me af of er interessante vragen zijn uit het publiek aan Hans. Leon, heb jij wat gezien? Ja, de opmerking dat de verhouding primair-secundair slip misschien veranderd is of veranderd was nadat jullie met de Evira zijn opgestart. Kan dat ook een verklaring zijn voor de toegenomen biogasproductie? Ja, wat ik al aangaf, we hebben heel veel meer primair slip binnengekregen en krijgen veel meer binnen vanuit de visindustrie, vanuit Urk, dan destijds in het ontwerp meegenomen. Dus de verhouding primair slip is gunstiger dan destijds aangenomen, dus vandaar ook die hogere afbraak. Maar hoe weet je dan dat Evira succesvol is? Want je hebt geen goede referentie dan misschien? Ik snap je vraag niet, Leon. Nou, je zegt biogasproductie is hoger door Evira, maar als je tegelijkertijd ook meer primair slip in je vergister stopt, kan je dan toch concluderen dat Evira een propstroomvergister meer biogas geeft? Doordat we natuurlijk het hele traject zijn aangegaan vanuit lab, pilot, toen full scale. We kunnen nu gewoon nog steeds meer slip door die Evira heen halen, waardoor die verblijftijd korter wordt. En toch nog hoge omzettingssnelheden krijgen, waardoor je toch ook straks al het slip van Lelystad ook nog mee kan vergisten. Oké. Okay. Dus dat is vooral gebaseerd op zeg maar jullie de proeven die jullie eerder gedaan hebben en de extrapolatie daarvan naar nu wat er op de full scale gebeurt. Ja. En dan presteert die eigenlijk beter dan de pilot. En natuurlijk komt dat deels doordat je wat meer primair slip hebt, maar die verhouding primair slip, secundair slip, zoals ook in het plaatje gezien, die kunnen we gewoon nog steeds halen. En er zijn wat vragen over de verblijftijden die misschien niet door iedereen begrepen zijn. Want er is 14 dagen in de navergister en 7 dagen in de voorvergister. Klopt dat? Ja, zo ongeveer. Per compartiment ongeveer 2,5, 3 dagen. Mm-hmm. En zijn die 14 dagen in de navergister nodig of zouden die eventueel ook nog korter kunnen zijn? Ja, voor mij kan dat korter. En produceert die navergister nog heel veel meer biogas dan de andere compartimenten? Of waar vindt de meeste biogasproductie plaats? Die vindt wel in de Evira plaats, maar je ziet ook zeker nog een aanzienlijke biogasproductie in die navergister. Dus die heb je ook wel gewoon nodig. Met de navergister zou je die verblijftijd in principe nog kunnen verkorten door nog meer slip daarin in te vergisten. Alleen ja, dan komen we in de knoei met de slipontwatering. Mm-hmm. Oké, okay, je noemde al eventjes de koppeling met de PAA-productie. Heb je een idee, dus een vraag, hoe hoog de VFA-concentratie onderweg is gedurende de Evira? Heb je daar
Daar is wel onderzoek naar gedaan destijds, maar dat is niet verder opgepakt. Dat was toen minder interessant om daar verder naar te kijken. Maar mogelijk dat in de toekomst weer interessant wordt, gezien ontwikkelingen rondom grondstoffen, dat we dat weer oppakken. Ja. Oké, dat zijn we maar even zo, denk ik, wat vragen melden. Er zijn nog wat meer vragen, dus Hans, voel je vrij om dat in de chat ook te beantwoorden. Ik heb gezien dat ondertussen Alex ook al in de chat aan het antwoorden is, bijgestaan door Eddie. Dus dat is ook Eddie Cornick van RADFV. Dus dat is ook heel mooi dat die dat pakken. Ook als andere deelnemers antwoord weten op vragen van het publiek. Ga een lekkere discussie aan ondertussen in de Q&A. Dan denk ik dat het tijd is voor de volgende Mentimeter poll. Cora, kom jij er weer eens gezellig bij? Je bent zo stil vandaag. Kijk, daar ben je alweer. Je moet alleen nog even unmuten. Ja, nu maak ik ook geluidje. Klopt. Ja, goed zo. Nee, maar het ging helemaal goed, Jonette. Goede vragen toch? Goede antwoorden. Dus dan is het ook prima om stil te zijn. Hoe ver moeten de waterschappen gaan in het stimuleren van innovatie? Mooie vraag. Ja, innovatie is te risicovol. Waterschappen moeten alleen bewezen techniek toepassen. Pas bij een TRL 9. Of waterschappen hebben een rol als launching customer van technieken met een TRL 7, maar meer ook niet. Niet eerder instappen. Dan is er eentje, de waterschappen moeten zelf initiatief nemen en mee investeren in ontwikkeling van technieken, dus vanaf TRL 5. En de waterschappen moeten zelf ook onderzoek en ontwikkeling voor hele nieuwe technieken initiëren. Wow, daar komt opeens. Ik schrok druk van, ja. Ja. Ik vond het al zo rustig. Ik denk, het is of een hele moeilijke vraag waar mensen over na moeten denken. Ja, maar enorm hangen. En ik vind het echt opvallend dat de waterschappen, dat er toch veel mensen vinden dat de waterschappen vanuit het begin kunnen gaan initiëren en technieken kunnen ontwikkelen. Had ik niet verwacht toen we deze vraag voorbespraken. Nee, klopt. En kijk, het toont wel weer aan het belang voor innovatie voor dit onderwerp. Hè? Want de waterschappen hebben er zelf wel een groot belang bij dat hier zaken ontwikkeld worden. Op een manier dat zij er gewoon op een goede manier mee overweg kunnen. Ja, en ik ben al heel benieuwd of de waterschappen vinden dat de markt of de technologieontwikkelaars langzaam gaan. Dat ze zeggen van nou, dan doen we het zelf wel. En volgens mij is het toch altijd meer de samenwerking die we met z'n allen nodig hebben om sneller innovatie voor de praktijk gereed te maken. Ik denk dat het er anders ook wel komt, alleen op een andere manier. En in ieder geval minder snel. Dus ik lees hier wel uit dat waterschappen juist ook in die prille fase al wel mee willen denken, mee willen doen. En ook misschien ook wel mee willen investeren. Dat maakt het natuurlijk ook wel meteen spannend. Hè? Van, ben je alleen de launching customer? Hè? Dat is eigenlijk meer de tweede optie. Of ga je zelf veel meer regie voeren op de ontwikkeling? Ja, en hoe gaat het dan als het wel een marktproduct wordt? Dus wanneer wordt het staatssteun en wanneer is het mee ontwikkelen? Want gaan de waterschappen dan ook op de markt brengen? Dat zijn vragen die ons toch wel bezighouden. Daar hebben 71 mensen gereageerd. We hadden 113 in onze webinar zitten op dit moment. Misschien houdt hij nog wat bolletjes tegen. Ook kijk, er gaan alweer mensen meestemmen. Die hebben lang genoeg gedacht nu. Misschien is het wel aardig om in het kader ook nog even te vermelden dat de Nederlandse Waterschapsbank een waterinnovatiefonds heeft opgericht. Ook om juist innovaties door de Valley of Death te halen. Waar net die investeringen ook voor nodig zijn om innovaties echt naar de markt te brengen. En ook daar wordt wel gevraagd dat er een betrokken waterschap zich aandient. En ook mede risicodragend investeert. Dus nou ja, dat past hier wel bij dit plaatje. Dat we de waterschappen daarvoor wel... dat de tijd rijp is om dat soort initiatieven op die manier op te pakken. Ja, sinds wanneer heeft de Waterschapsbank dat
Nou, formeel is het in december opgericht. En we zijn nu, en ik zeg we omdat Stowaar daar ook bij betrokken is. We zijn nu vooral de organisatie ook aan het inrichten. Dat er naast bestuur, dat er ook een investment committee ingericht wordt die de innovaties gaat beoordelen. Dus daar kunnen eigenlijk leningen aangevraagd worden tot maximaal 2 miljoen euro. Ze moeten wel terugbetaald worden, het moet wel een revolving fund worden. Maar hopelijk is het een mooie aanvulling op het hele subsidielandschap. Ja, fantastisch. Nou, 113 deelnemers. Knoop het in je oren dat dit een mogelijkheid is. En ik vind het ook wel heel mooi om te zien. We hebben het altijd over de waterschappen als speeltuin van innovatie. We mogen daar dingen uitproberen. We kunnen gebruik maken van het afvalwater, het slip, het effluent, om allerlei dingen te proberen voordat het ook een exportproduct wordt. En dat we er zelf ook wat aan hebben als Nederland. Dus mooi om te zien dat dat een algemeen gedragen mening is onder de deelnemers van dit webinar. Goed, ik denk dat we hiermee door kunnen gaan naar het volgende onderdeel van dit webinar. Want we hebben het nu gehad over technologieën die vanuit een flesje een tijd geleden al in de praktijk toegepast worden in de eerste installaties. Maar we hebben ook innovaties die in de pijplijn zitten. Innovaties die aan het begin van de pijplijn zitten. Innovaties die al wat verder zijn. Innovaties die er misschien bijna uitkomen om ook toegepast te gaan worden. Daar gaan we het komende uur jullie in meenemen. Met 5 korte pitches over die innovaties. We beginnen met 2 korte pitches over superkritisch vergassen, de SCW en Super Sludge. Ik hou van die naam, Super Sludge. Ik kan het ook niet normaal uitspreken, sorry daarvoor. We beginnen met George Soutberg. Wie kent hem niet, zou ik zeggen. Nee. We zouden beginnen met Rob. Dat hebben we ook zo af. Oh, we beginnen met Rob. Nou, George, dan mag je nog eventjes... Ja, want hij gaat namelijk uitleggen wat superkritisch vergassen is ook. Dat hebben we afgestemd. Nou, dan beginnen we met Rob van der Sande. Rob is enthousiast innovatietechnoloog bij AMA's. Rob, krijg je camera aan. Rob ziet die RWCT ook zeker als grote speeltuin. Hij wordt blij als het zuiveringsproces net iets duurzamer of efficiënter wordt. Zeker als hij er zelf aan kan bijdragen. Hij vindt het helemaal leuk om mee te werken aan nieuwe zuiveringsconcepten, slipverwerkingsroutes of productie van grondstoffen of nieuwe grondstoffen. En om die te implementeren. Nou Rob, vertel ons dan maar meer over Super Sludge. Nou, ik ga het proberen. Nou, dankjewel Merle voor deze mooie introductie. Nou, Rob van der Zanden, zoals je al vertelde, innovatietechnoloog bij waterschap AMA's. En ik ga je vertellen over het consortium Super Sludge en het superkritisch vergassen van zuiveringsslip. En ik merk, kijk, hij doet het. De pijltjes die werken. Ik heb een pitch van ongeveer 5 slides, dus ik hoop dat ik binnen mijn tijd blijf. Om te beginnen kan ik even vertellen met wie we dit allemaal doen. Op dit moment bestaat het Super Sludge Consortium uit de voorliggende partijen. Stowaar, Waterschap de Drommel en de SMB die doen in het projectgroep mee en financieren ook een deeltje. Wij zelf zijn projectleiding voor het hele project. We hebben natuurlijk zelf ook een duit in het zakje gedaan. Onze grote sponsor, TKI Gas, helpt ook mee om het mogelijk te maken. En dan hebben we ProBiomas. Dat is een groep mensen die heel veel verstand hebben van de superkritische vergassen. En als iemand moet vragen hoe het proces werkt, zou ik het zeker aan hun doen. En dan hebben we Electron die heel goed weten hoe je de techniek die nodig is om dit proces voor elkaar te krijgen te implementeren in de praktijk. Ja. En dan zal ik jullie proberen uit te leggen wat superkritisch vergassen is. Ik moet zeggen dat ik het zelf nog steeds complex vind, maar het begint een beetje met het plaatje linksonder in de hoek, waarin je ziet dat de temperatuur en druk nogal wat invloed hebben in de vorm waarin water zich bevindt. Heel koud, met lage druk wordt het vast, wordt het ijs, ga je het verwarmen en gaat het op een gegeven moment vloeibaar worden en dan kennen we allemaal nog dat gaat verdampen. Dus zodra je boven de 220 bar en 345 graden komt, dan ga je naar een superkritische waterconditie. En het boeiende is dat ons zuiveringsslip daar zich heel anders in gaat gedragen. Nou, en dan heb je hier
de container staan die we op RST Dinter nu geplaatst hebben, dan wordt dan het zuiveringsslip gepoogd onder die condities te brengen. En dan zie je dat aan het einde van die container er 3 producten overblijven. Belangrijkste is in dit geval het productgas. Dat slip wat erin gaat, en met name de organische delen, die vinden eigenlijk, vallen uit in molecuulvorm uiteen. En van die samenstelling, die gassamenstelling, zouden we met een stukje methanisatie een invoering kunnen doen op het aardgasnet. En dat is natuurlijk een hele mooie bijdrage aan de energietransitie die we als BV Nederland of BV Europa met z'n allen voor ons hebben liggen. Alle zouten en asrest die nog anders in het slip zit, daar zouden we mogelijk kunnen afkijken wat nu bij SMB en HFC gebeurt. De verkenning om daar dus fosfaat, aluminium en ijzer terug te winnen. En eigenlijk is het enige echte probleem van de supercritische vergassen is het de waterfractie die vrijkomt. Er zit een hele hoge ammoniumconcentratie in, waar in labonderzoek al is aangetoond dat die remmend werkt op het zuigingsproces. Dus daar moeten we echt iets mee. Nou, een kans zou kunnen zijn om te gaan strippen en er ammoniumsulfaat van te maken. En daarna, hopelijk vraagteken, kunnen we het misschien weer lozen op een RSD. En zo hebben we eigenlijk heel de keten rond. Nou, als je kijkt, in 2011 is AMA's, heb ik even teruggekeken in de archieven van ons waterschap, zijn we al gestart samen met partijen om theoretisch onderzoek te doen. De stoma is ook al heel snel aangehaakt. Er zijn studies verricht naar eventueel het supercritisch oxideren, dus dat we zuurstof invoeden in de reactor en zo eigenlijk warmte konden produceren. Uiteindelijk hebben wij als AMA samen met de partij toch gekozen om verder te gaan met de supercritische vergassen van zuiveringsslip. Zijn we naar ontwerpcriteria gaan kijken, zijn we op labschaal gaan testen van kan het überhaupt? En zijn we met het Karlsruhe Instituut zijn we daar nog mee aan de slag geweest. Zijn we achterkomen dat het inderdaad werkt, dus het proces is aangetoond. Daar is ook een mooi stoomrapport van verschenen. En toen hebben we besloten, van, laten we maar eens een pilot maken om te kijken of we het ook in de praktijk kunnen aantonen. Want met name de schip en de lastige conditie daarvan, daar waar we nog niet zoveel van weten onder supercritische omstandigheden. Nou, dat vraagt wel een beproeving in de praktijk. Toen is er nog een vertaling geweest naar een business case. Van kunnen wij het terugverdienen of is het een haalbare casus? Dat leek ook allemaal het geval te zijn. En toen gaf ook nog in één keer de BV Nederland aan dat dus die groen gasboete zo belangrijk is. Stonden eigenlijk alle lichten op groen om die pilot te bouwen en te realiseren. Dat is in 2018 al gebeurd en ondertussen zijn we al een jaar of 2-3 verder. En we hebben ontzettend veel proeven al gedaan, met name nog wel met water. Omdat het ontzettend complex is om zo'n installatie lekdicht te krijgen. En dat heeft ertoe geleid dat we vorig jaar een herontwerp gedaan hebben van de reactor. En we staan nu op het punt dat die weer terug wordt gebracht op onze zuivering in Dinter. En dat we de verdere stappen kunnen maken om het in de praktijk aan te tonen. En dat is ook onze echte prioriteit. We willen ervoor zorgen dat de reactor zo snel mogelijk met zuiveringsslip getest kan worden. En dat we echt kunnen laten zien dat er een mooi gasproduct uitkomt. Wat we zouden kunnen omzetten naar een goed gasgoed. En ondertussen zijn we ook wel bezig van hoe ziet nou die volgende stap eruit. Er is al een globale schets van gemaakt. Er zou ongeveer een project van orde grootte 4 miljoen voor nodig zijn. Maar hoe ga je dan om met alle dingen die je al gevonden hebt op dit moment in deze installatie? En hoe gaan we dan weer om bij het vervolg? Een ander mooi punt is dat we samen ook met Stowa aan het verkennen zijn naar een biologische methanisatieroute. Om het zo wat duurzamer om te zetten naar groen gas dan nu bekend is. En dan ben ik tot in de laatste sheet. En wat brengt deze technologie dan? Als je nu naar onze vergissingsroute kijkt, gaat ongeveer van de 100.000 kilowatt gaat er 450 aan energie uit. En straks zou dat bijna op 100% kunnen krijgen. En wat er nog meer mee kan met deze technologie, mag ik George eens over vertellen. Bedankt. Dankjewel, Rob. Dan gaan we snel door met George, want die kan het vervolg hiervan vertellen. George, kom daarbij. George is onderzoeker bij Hollands Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en vult zijn dagen met veel meer dan afvalwaterzuivering. Ook George vindt het raar om zichzelf als groot innovator te zien, maar hij geeft wel toe dat hij een heel groot netwerk heeft
En dat die netwerkcapaciteiten er enorm toe bijdragen dat hij innovaties, zoals de innovatie waar hij nu over gaat vertellen, breed weet uit te dragen. Hij vindt het ook super tof om over de ontwikkeling te vertellen. Dus Sjors, ga je gang. Dankjewel, Merle. Ik zal even mijn stopwatch aanzetten. Nou, ik ga het hebben over supercritisch vergassen en dan de samenwerking tussen SCW en HNK. En ik probeer de volgende dia te krijgen, maar dat lukt niet. Wil jij dat doen, Michelle, voor me? Oké, ik heb een vast format van de STOA gekregen. Nou, de betrokken waterschappen. Het enige waterschap nu betrokken is, is Hollands Noorderkwartier. En wat we vooral doen, is rugbaarheid geven aan het bestaan van SCW en de spectaculaire ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Inmiddels is er ook een optocht aan directeuren, managers, bestuurders, hoge ambtenaren, DG's. Die zijn allemaal langs geweest, veelal geïnitieerd vanuit het netwerk van onze dijkgraaf, Luco Ziek. Ook Rogier van der Zand is langs geweest. En allemaal verlaten die razend enthousiast het pand. Om misverstanden weg te nemen, HNK heeft hoegenaamd geen proeven met slip gedaan met SCW. In 2017 hebben we één keer kortstondig een proefje gedaan. SCW is een bedrijf dat zijn eigen koers vaart. We denken nu wel actief mee met de afvalwaterproblematiek en we zijn druk bezig om de waterschappen warm te maken om samen met SCW onderzoek te gaan doen naar de vergassing van zuiveringsslip. Daar kom ik later nog even op terug. SCW heeft ook een aantal sterke partners. Ten eerste GasUnie New Energy en dan ook pensioenfonds PGGM en GasTerra. Mag ik de volgende dia van je, Michelle? Nou, bij deze dia zal ik niet te lang stilstaan, want we zijn er 5 minuten om. Ik noem een paar dingen. Ten eerste, de technologie van SCW is geschikt om bijna alle natte organische reststromen te verwerken. Ze mikken dus niet op één stroom, zoals bijvoorbeeld zuiveringsslip. En ze kijken ook naar fossiele reststromen, denk bijvoorbeeld aan plastic, waar ze goede resultaten mee hebben behaald. Ten tweede, ze willen groen gas maken door middel van katalytische omzetting van het zintgas. Dat kan zowel groen aardgas zijn of groene waterstof. Nu kiezen ze voor groen aardgas, omdat hier SDE-subsidie op zit. Maar in de toekomst denken ze aan groene waterstof. Ten derde, bij het supercritisch vergassen, daar krijg je eigenlijk de hoge druk bijna voor niets. Je kunt water en stroom namelijk heel makkelijk op druk zetten, zonder dat dat noemenswaardige energieinput vergt. Dat geeft een enorm voordeel, want het groene gas komt dan ook bij hoge druk vrij. Daardoor kun je het zonder tussenkomst van een compressor direct in het hoge druk gasnetwerk van de GasUnie pompen. En dat is 60 tot 70 bar. En dat netwerk heeft eigenlijk ook een onbeperkte buffercapaciteit. En de policy ook van SCW is om alleen daar fabrieken te bouwen waar een hoge druk gasleiding loopt. Ze willen er bovenop zitten. Nou, het vierde punt, het laatste punt, ze willen naast groene gassen ook groene CO2 die vrijkomt bij het supercritisch vergassen vastleggen in nuttige producten. En dat is echt de tweede belangrijke poot van dit bedrijf. Dat heet in een mooie term carbon capture and usage. En deze ontwikkeling is voor hun net zo belangrijk als het groen gas maken. Nou, dan wil ik nu naar de volgende dia, Michelle. De stand van de techniek. Nou, in 2013 is Gerard Essing met 3 man begonnen met de eerste modellen te testen. Hij had daartoe ruimte gehuurd in een pijpenbuigfabriek in Wormerveer. In 2016 ben ik hun op het spoor gekomen. Toen ben ik bij hun langs gegaan, dat weet ik nog heel goed. Het was een warme zomerse dag. En toen is ook het eerste contact met de GasUnie gelegd. In 2017 zijn ze gestart met de bouw van een fabriek in Alkmaar. Inclusief eigen lab en geavanceerde analyse-equipment. En dan moet je ook echt denken, toen wij een klein proefje met hem deden, hebben we analyses uitbesteed bij ECN en bij Waterproef. Maar ja, dat gaat allemaal niet snel genoeg. Dan kopen ze gewoon hun eigen analytisch chemici in. En alle apparatuur die erbij hoort. Dus ze kunnen echt online alles analyseren. In 2017-2020 is er het volgende gebeurd. Het personeelsbestand is explosief gegroeid. Ik heb eergisteren nog even gebeld, het zijn bijna 50 mannen en die zijn ook vrouwen. Die zijn tot het bot gemotiveerd om dit te laten slagen. Dat is heel bijzonder. Is wel anders dan een ambtenarencultuur die wij gewend zijn, dat durf ik wel te zeggen. Nou, ze kunnen testen in diverse lab units, diverse pilots. En ze hebben een full-scale reactor, dat noemen ze dan Model 1, getest in 2019. Waarbij ze de hele productieketen hebben doorlopen. Dus dat betekent feedstock mixing, conversie, katalytische opwaardering tot groen gas en invoering in het GasUnie-netwerk.
En vorig jaar zomer is besloten om 4 full-scale Model 2 reactoren te bouwen. En dat project dat heet volgens mij, even de volgende dia, daar staat het. Ja, dat heet fase 1 Alkmaar. Dat behelst 18,6 megawatt. Dat moet deze zomer draaien en 15 miljoen kuub groen gas opleveren. En daar zit een SDE-subsidie op van 87 miljoen euro. En ze beginnen met een eenvoudig substraat, zijn de Groot Glycerol. En dan, als deze fase voltooid is, willen ze fase 2 Alkmaar opstarten. Dat is ook 40 megawatt. En fase 2B Alkmaar, dat moet in 2023, 2024 draaien. In totaal moet er dan in Alkmaar 80 miljoen kuub groen aardgas worden geproduceerd. En dat is onderdeel van het 20 petajoule plan van SNW GasUnie. En 20 petajoule, dat is ongeveer 500 miljoen kubieke meter groen aardgas. En dat zou in 5 jaar geproduceerd moeten worden. En daartoe staan dus ook nog fabrieken gepland in Delfzijl van 250 megawatt en in Zuid-Holland van 400 megawatt. Nou, dan kom ik nu bij het laatste punt. SNW is klaar om proeven te doen met, ik moet zuiveringsslip zeggen, Johan. En we hebben samen met SNW, HNK en SNW, een uitnodiging gedaan aan alle technologen van alle waterschappen om fysiek bij elkaar te komen op de site van SNW op 1 april. Dat gaat later worden. Inmiddels hebben zich 10 waterschappen die hebben zich aangemeld. Maar eigenlijk willen alle waterschappen willen wel hebben. Maar we willen ook dat de waterschappen die komen, dat die ook echt bereid zijn om hun nek uit te steken, om ook echt onderzoek met hen te gaan doen. Het wordt niet eenvoudig om met zuiveringsslip aan de slag te gaan. Het wordt ook niet een pilot van een half jaar. Daar gaan we echt jaren onderzoek aan doen. En ik zelf vind, als het niet eens zou lukken met zuiveringsslip, dan zouden we nog als waterschappen hieraan moeten meewerken. Want het is echt een uniek bedrijf. Het lijkt ook net of ik reclame maak, maar ik ben het echt nog nooit tegengekomen in mijn leven. Dat was het. Dank u wel. Dank je wel, Sjors. Een mooi verhaal over dit innovatieve bedrijf en deze ontwikkelingen. Ja, zijn we alweer aan de vragen over superkritisch vergassen. Leon, zijn er wat korte vragen over superkritisch vergassen voordat we doorgaan met de volgende 3 innovaties? Er zijn nog niet zoveel vragen over superkritisch vergassen binnengekomen. Ik zie 1 vraag die denk ik over superkritisch vergassen gaat. Die vraagt Pieter-Jan Kolen van hoe schoon is de anorganische rest? Dus kan het restant, de as die overblijft, nog als bouwstof gebruikt worden? Een vraag voor Rob of Sjors, denk ik. Nou, de samenstelling exact is nog onbekend. We weten wel dat er stoffen teruggewonnen kunnen worden. Dus rechtstreeks inzet als bouwstof zou misschien een beetje zonde zijn. Ik zou eerst proberen alle elementen eruit te halen die eruit te vissen zijn. En dan zou het misschien nog daarvoor ingezet kunnen worden. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, is superkritisch vergassen is al heel lang een belofte. En er wordt al heel lang over gesproken. Dat liet jij ook zien, Rob. Vanaf 2011 worden er al proeven gedaan. Waar zit nu de grootste bottleneck? Waarom doen we het niet al allemaal? Nou, de grootste bottleneck ervaren wij nu in de praktijk is dat het ontzettend lastig is om zo'n installatie aan de praat te krijgen. En die ook legdik te houden. Dus dat je al die gradaties met druk en temperatuur veilig doorkomt en dan op procescondities daar slip doorheen kan krijgen. Dat is wel echt een grote uitdaging. En is dan scaling nog een probleem? Of die anorganische stroom die vast gaat plakken? Of valt dat wel mee? Ja, dat is een hele spannende. Want je gaat natuurlijk door alle vormen van slip heen zo'n beetje. Met teren als een van de vormen. En de kunst is om, waar we nu achter gekomen zijn, om hem eerst zeg maar op procesconditie te krijgen. Dat doen we dan met water, waar dan eigenlijk bijna geen spulletjes in zitten. En dan de slip over te zetten, zodat we de scaling krijgen, de afzet van zout. Het is dit het geval waar we dan roepen, op de juiste plek. En dat is dan in de zoutaflaat. Ja, nou mooi als dat zou gaan werken. En Sjors, is dat ook waarom SCW nog niet zo naar slip heeft gekeken, maar liever eerst de schonere reststromen toe gaat passen? Kijk, dat wordt heel spannend nu. Zij willen gewoon laten zien dat het proces werkt. En het is heel bijzonder dat ze dat al voor elkaar gekregen hebben. En nu wordt het gewoon heel spannend. En zodra ze zien dat dit werkt, Groot Glycerol is een vrij eenvoudig substraat, dan willen ze heel graag naar andere grondstoffen overstappen. En zuiveringsslip is voor hun ook heel belangrijk.
niet alleen voor de Nederlandse markt, maar ook voor de buitenlandse markt. En dat is ook een stroom die continu vrijkomt en die ook een hoge negatieve waarde heeft. Dus ze hebben daar heel veel zin in om daarmee aan de slag te gaan. Ja, mooi, heel veel zin. En willen ze dan het liefst primair, secundair, of maakt dat echt helemaal niks uit in het proces? Ja, dat maakt er niet uit. Maar je moet ook nadenken dat je ook je zou op een hele andere manier de zuivering kunnen inrichten. Ik probeer al een beetje verder na te denken. Stel dat je de gistingen nou gaat sluiten bijvoorbeeld, dat wordt al een stuk eenvoudiger. Stel dat de borstelcentrifuge van Harm Baat gaat werken, dan kom je met dun slip aan. Ik denk wel dat je een redelijk dun slip moet invoeren in die installatie. Maar je kunt je ook voorstellen, als zij met plastic of met andere stromen aan de slag gaan waar water voor nodig is, dat wij dat water komen brengen met relatief dun slip. Als wij dat niet meer hoeven te ontwateren tot 22%, scheelt dat ook nog eens PE, scheelt veel geld, een nare stof. Dus je moet proberen heel veel verder te denken. Ik weet wel dat het vroeger in de kerk is, niet meer vergisten. Maar dat is wel uiteindelijk in 2008, toen we begonnen bij AMA's en die Vierenland, wij en nog een waterschap, Vlijn Veluwe. Dat was wel de ultieme variant van de energiefabriek, namelijk superkritisch vergassen. Ja, ik kan me dat nog herinneren uit die discussies. Dus het zou heel mooi zijn als al die bottlenecks overwonnen worden en er inderdaad die kant op gegaan kan worden. En eigenlijk, als je eerlijk bent, is alles wat wij die 20 jaar doen, kijken of we secondary slip op allerlei manieren een beetje kunnen behandelen, zodat het een beetje meer gas oplevert en wat minder slip. Ja, nou ja, dat is ook waar ik mee begon toen ik Cora de vraag stelde. Wat vind jij en ook wat we allemaal nog niet snappen met superkritische vergassen, zou je het ook niet hoeven te snappen in die biologische afbraak, maar kan je het vergassen? Ik denk maar dat eigenlijk, het niet zou zomaar kan, maar voor Nederland. Maar die CO2-technologie van hun, dat precies het fijne weet ik in ieder geval nog, maar dat is voor hun super belangrijk. Daar hebben ze net een hele grote pilot mee opgestart. En dat is ook voor waterschappen belangrijk. Dat is bijvoorbeeld waar Lucoziek op aan, noemen dat, daar raakt hij getriggerd op. Als zij groen cement weten te maken, ja, dan halen we CO2 uit de lucht, hoeven wij de dijken minder te verhogen. Daarvoor zouden we als waterschappen mee moeten doen. En of het nou wel of niet lukt, dat is zo'n gave kans, moeten we gewoon doen. Nou, jouw enthousiasme zal het niet liggen, Sjors. Ja. Nee, maar als jullie daar langskomen, dan word je ook enthousiast. Echt waar. Nou, als het weer mag, gaan we kijken. Ik denk dat we doorgaan naar de komende 3 pitches. Of is er nog iets in het Nou, er zijn intussen best wel veel vragen bijgekomen. Dus denk aan Rob en Sjors om die te gaan beantwoorden. Misschien even 1 vraag eruit pikken. Dan nou, voorop of Sjors, hoe verhoudt superkritische vergassen zich tot superkritische oxidatie? Het grote verschil is denk ik dat met superkritische oxidatie echt alleen maar warmte produceert. Dus je bent echt je molecuul methaan, ben je gewoon kwijt, et cetera. Dus je kan bij een wijk of zo waar er allemaal warmte behoeft, zou je daar de warmte kunnen leveren. Maar als je met superkritische vergassen aan de slag gaat, dan kan je echt gewoon een gasproduct maken wat je, zoals Sjors ook mooi uitlegt, in het aardgasnet kan injecteren en echt een grote buffercapaciteit heeft. Dus je kan veel makkelijker op veel verschillende plaatsen jouw product leveren, jouw energieinhoud. Ja, en er is ook een Stowa-rapport over die die vergelijking heeft gemaakt, volgens mij. Zeker, ja. 2013 geloof ik is dat geschreven. Ja, dus, maar er zijn nog meer vragen. Ik zie ook dat SCW actief is met het geven van antwoorden. Dus vol voor de chat. En Rob en Sjors, probeer ook nog even wat antwoorden te geven. Ja, Rob en Sjors, bedankt voor zover. We zien je terug in de grote plenaire discussie. Gaan we snel door. Weer naar Hans Kuipers. Voor de tweede presentatie. Hans mocht als innovator werken aan de nieuwe TorWash technologie. Vanuit de fles naar een mini-reactor naar een demo. En verlaagt daarmee naar eigen zeggen de hoeveelheid zuiveringsslip met in ieder geval 50%. En ook nog eens met een heel flink klimaatvoordeel. Dat vindt hij echt een van de mooiste projecten tot nu toe. En dat het doorgezet wordt naar een grotere schaal, daar is hij echt trots op. Dus Hans, vertel ons meer over TorWash. Ja, dankjewel ook weer voor deze introductie. Ik zal nog eens proberen of ik de presentatie zelf een beetje kan besturen. Lukt dat niet, dan gaan we dat gewoon via Michelle doen. Minder slip en meer biobrandstoffen.
Die ondertitel heb ik even erbij verzonnen. Maar daar gaat het eigenlijk ook gewoon om. Kijk, nu werkt hij wel. Even een stukje terug in de tijd. Zuider-Zeeland die had naar aanleiding van de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer een slipreductieprogramma in de leven geroepen. Omdat Zuider-Zeeland eigenlijk als een van de minst presterende waterschappen was op het gebied van slipontwatering. Daar hebben we na 2014 op onze AWZT's van alles gedaan. Maar we zijn ook op zoek gegaan naar innovaties daaromtrent. En zo eindigde mijn autorit een keer in Petten bij TNO. Toen nog ACN. En daar is een paar keer gesproken over technieken. En toen ik daar voor de derde maal kwam, toen had ik ook zoiets van, ja, nou ga ik hier ook niet eerder weg. Dat we wat hebben afgesproken wat we samen gaan doen. En dus ik stelde voor dat we met de Torwas technologie aan de slag zouden gaan met zuiveringsslip. Nou, ze kregen nog net geen tranen in de ogen, maar ze wilden het niet. Want ja, dat hadden ze één keer geprobeerd met gedroogd slip van HNK. En dat stonk zo gigantisch, dus dat gingen ze niet meer doen. Nou, uiteindelijk toch met wat pushen en met de vraag of wat heb je dan nodig om het toch te doen. Kwamen ze met een vraag, dan willen we wel wat geld hebben ter vergoeding. En dan gaan we eerst wel eens wat proefjes in flesjes doen. Die zijn uiteindelijk in 2015 gedaan. En ik kan me nog goed herinneren dat onderzoeker Jan Pels van ACN, nu TNO, maar heel enthousiast opbelde van Hans, het stinkt helemaal niet. En ik heb zit al op 60% droge stof en ik gebruik niet eens PE. Nou, dat was een beetje dat momentum toen. Hier een paar fotootjes van hoe dat dan eruit zag. De flesjes die erin zitten, de grotere autoclaaf en onderin de slippers. Volgende, alsjeblieft. Nou, van klein naar groot. We zijn in klein gestart 2015 naar 2017. Allemaal experimenten gedaan, ook vergistingsexperimenten. Stowal was gelukkig ook hier weer aan boord. ACN, wat ik al aangaf. Wetske Friesland die participeerde mee en om ons heen zaten er van allerlei clubjes. Limburg Filter, Boskalis, Daalman, Essent. Gelukkig heeft ook RVO dit onderzoek mede mogelijk gemaakt met een subsidie. Opaaks was aan boord gestapt vanwege de onderzoeken die er gedaan moesten worden rondom de waterzuivering. En uiteindelijk heeft het onderzoek in 2019-2020 plaatsgevonden op de zuivering Almere met een pilot. Dat onderzoek is ook netjes afgerond. Er is ook een STOA-rapport van verschenen. Dus willen jullie meer weten in details, alles staat daarin. De volgende mag wel alsjeblieft. Richting toekomst. De deelnemende waterschappen in de begeleidingscommissie van dat STOA-onderzoek, van dus die pilot. Die vonden de resultaten dusdanig spannend en goed dat we toch ook besloten hebben om een demonstratiefase te starten, waarin we met het consortium wat jullie voor jullie zien een demo gaan doen. Dat doen we op een zuivering Land van Kuik, dacht ik, van AMA's. AMA's is als waterschap gelukkig aangehaakt. Ook Rivierenland heeft recentelijk ingestemd bestuurlijk met deelname aan dit onderzoek. Ook de financiële ondersteuning van het onderzoek. STOA stapt natuurlijk ook weer lekker aan boord. En in de periode 2021 tot en met 2023 zullen we die demo gaan starten. Subsidieaanvraag is gedaan. Volgende alsjeblieft. Ja. Het principe van Torwos is dat het milde torrefactie is bij 200 graden in een afgesloten reactor. Daardoor gaat flink veel meer organisch droge stof in oplossing. Nou kun je uiteindelijk natuurlijk ook meer CZV maken. Maar ook chloor en kalium voor de verbrandingsschadelijke stofjes gaat in oplossing. Na de behandeling waarbij het plaatje boven kan zien dat het slip wat erin gaat, dat donkergrijze en het slip wat eruit gaat, zie je direct een scheiding. Het onderste deel dat wordt dan na bezinking ontwaterd met een filterpers, membraanfilterpers. En zonder PE kunnen we tot een 50-60% droge koeken persen.
En nou, dat geeft dus feitelijk die slipreductie van een 50% drogere koeken en meer organisch droge slof in de oplossing om daar uiteindelijk meer biogas te maken. Volgende sheet. Standaard techniek. Nou, ik heb al van alles wat aangegeven. Hier een paar plaatjes van de pilot die in 2019-20 is geweest. Hij is ook nog uitgebreid met wat technologieën van Paaks, waarbij we de ICX vergistingstechnologie hebben getest om uiteindelijk het organisch droge stof opgelost om te zetten in biogas. De Anamox-technologie is getest voor wat betreft stikstofverwijdering in de Vospak voor de terugwinning van strofiet. Volgende. Nou, de volgende fase ziet er zo uit. De subsidieaanvraag is op 18 januari gedaan. De ontwerp wordt nu gemaakt door ECN. Dan wordt de installatie gebouwd. En dan hopen we dat we hem ergens 2022 in bedrijf kunnen nemen. En dan zullen we tot 2023 in ieder geval die demo gaan bedrijven. En dan hopen we dat we een fase hebben bereikt dat er ergens in 2024 de technologie dusdanig volwassen is dat we hem ook in de praktijk kunnen toepassen. En dat we een eerste praktijkinstallatie op volledige schaalgrootte ergens gaan bouwen. En of dat bij AMA's is of bij Zuid-Zeeland, dat zullen we gaan zien, of elders. Volgende, alsjeblieft. Wat brengt de technologie nu? Nou, wat ik al zei, 50-60% minder slip. Verlaging van je CO2-footprint doordat je geen PE nodig hebt. Een kostenverlaging ten opzichte van het huidige niveau van een 37-47%. Kansen voor ammoniumterugwinning. En wat nog niet onderzocht is, maar waar een kleine verkenning naar gaat plaatsvinden, is de kansen voor toepassing van het filtraat als vloeibare meststof. En nou, nog even een mooie one-liner gebruik ik wel eens. Laatste sheet. Wat ik al aangaf in die one-liner, soms moet je ook eens wat op andere manieren over nieuwe dingen nadenken. Torvos is eigenlijk niks anders dan het Simpro-proces wat in het verleden op een zuivering is toegepast in Nederland. Het enige verschil is dat het slip daar onder druk werd gebracht en voorzien werd met een spoortje zuurstof. Maar eigenlijk zagen we in het verleden ook al exact dezelfde resultaten. Meer organisch droge stof opgelost. Ontwateringskoeken van een 40-50% droge stof. Dus ja, Torvos werkt wel even iets anders. Maar het is ook wel eens leuk om weer eens helemaal in het verleden te duiken van wat heeft men toen gedaan. En soms zitten daar best wel leuke dingen in die je misschien eens in een nieuw jasje kan steken. En nou, voor ons van toepassing zijn. Ik eindig met dat het in die tijd ook Stora was en het nu Stoa is. Dus toen waren we ook al innovatief als waterschappen. Zuiveringschappen, waar het dan ook nog wel. Dit is het verhaal. Wil je meer weten? Kijk even op de Stoa-site. Vind daar het rapport. En nogmaals, daar staan heel veel inhoudelijke dingen in. Zelfs een business case. Dus je kan zelf ook nog met de euro's aan de slag als je zou willen. Dank voor jullie aandacht. Dankjewel, Hans. En mooi dat soms ook oude informatie weer tot nieuwe dingen kan leiden. Dus dat niet alles gewoon afgedaan kan worden. Oh, daar hebben we in 1980 al naar gekeken. Dat is niet meer. Dat hoef je niet meer te onderzoeken. Want nou ja, soms kan het opeens wel weer heel relevant worden. We gaan snel door met de volgende spreker in dit blokje. We gaan verder met biobitumen door Jouke Borsma. Business Developer Energy en Grondstoffenfabriek bij Aqua Minerals. Jouke denkt als innovator dat de innovatie niet bij één persoon ligt, maar dat je meer een soort van kritieke massa nodig hebt die samen in de innovatie geloven. Hij draagt hierin graag bij door op het juiste moment het idee te pitchen, zodat mensen ervan weten zodra er keuzes gemaakt moeten worden. Dus dat gaat Jouke nu ook doen. Jouke, ik zie je nog niet in beeld. Ja, als het goed is, ben ik al. Ja. Dankjewel voor de introductie, Merle, en goedemiddag allemaal. Ik ga jullie de komende 5 minuten meenemen in een korte toelichting van het initiatief Biobitumen uit Reststromen. Ja. De betrokken waterschappen bij dit initiatief zijn AMA's en Vlei en Veluwe. We hebben het afgelopen jaar testen gedaan met vergisslip, onvergisslip.
En vanuit het waterfabriek Willep, het flotaat en het zeefgoed. En welke partijen zijn daarbij betrokken? Dat zijn Aker Minerals en de Energie- en Grondstoffenfabriek. En de energieleverancier is Bintel. Het principe van de innovatie, de reststroom wordt gebracht in een drukvat. Onder hoge druk en temperatuur ontstaat er een mengsel en in verschillende stappen ontstaan er verschillende producten. Ik heb ze hieronder even op een rijtje gezet. Dat is het gas, het zwarte water, de biochar, de biobitumen en de lichte olie. Nou, hiernaast loopt een filmpje van de biobitumen. Die is geproduceerd uit een van de reststromen. Het mooie van de biobitumen is dat er een hele sterke marktvraag naar is. Het huidige fossiele bitumen, wat met name in de wegenbouw gebruikt wordt, de kwaliteit daarvan die neemt steeds verder af. Omdat het gewoon steeds verder gekraakt wordt, de olie, naar brandstoffen. En daarnaast is deze sector zeker op zoek naar verduurzaming. De stand van de techniek, waar staan we? Nou, de afgelopen jaren is Bintel druk bezig geweest om de techniek verder te brengen. En op dit moment zitten wij op TRL 5. En de volgende stap staat in de titel op naar TRL 6. Nou, een van de belangrijke stappen is het vormen van een consortium. Nou, we zien toch wel voor ons dat hier waterschappen in zitten. Uiteraard de technologieleverancier, maar zeker ook de marktpartijen. En ik verwacht dat niet een hele moeilijke opgave was, aangezien ik net al aangaf dat er echt een vraag is naar het product biobitumen. Ja, en wat willen we nu doen in TRL 6? Willen we het initiatief brengen naar continu. Op dit moment zijn er alleen nog maar proeven uitgevoerd, batchgewijze proeven uitgevoerd. Nou, verder zullen we een begroting gaan vaststellen. Nou, verwachten toch al dat die snel richting enkele tonnen zal lopen. Ja, en dan hopen we toch dat we aan het eind van het jaar een project hebben waarmee we kunnen starten met het realiseren van TRL 6. Nou, wat brengt de techniek? Nou, uiteraard het terugwinnen van de grondstoffen. Ik heb net al eventjes kort gemeld over de biobitumen. Maar ook een biochar komt vrij. Graag zou je dat willen gebruiken als bodemverbeteraar, want dan heeft het ook echt een positieve waarde. Maar op dit moment, met name als je het uit slip haalt, dan is de biochar nog niet van voldoende kwaliteit. Dan zou je eerst de andere stoffen eruit moeten halen. Maar je kan hem zeker ook gebruiken als biobrandstof. Er zijn veel bedrijven die een CO2-heffing moeten gaan betalen. Die zijn op zoek naar biobrandstoffen. Ja, en daar kan het zeker een mooi toegevoegde waarde brengen. Ik gaf net al aan, het is een product waar een sterke marktvraag voor is. En we zien ook zeker wel een winst op het gebied van circulariteit en duurzaamheid in de keten. Wat heel mooi zou zijn, is dat je bijvoorbeeld de bitumen weer terug zou brengen in de wegen van de waterschappen. Er zijn een aantal waterschappen die hebben zelf wegen in beheer. En de duurzaamheid is ook wel kort naar gekeken, met name de CO2-besparing. Bintel berekend heeft, is dat het toch wel 60% besparing heeft ten opzichte van het fossiele bitumen. En verder hebben we ook nog gekeken naar de business case. Ja, die ziet er gewoon positief uit. Ja, dit was in het kort het verhaal wat ik jullie wilde meegeven over biobitumen. Bedankt. Dankjewel, Jouke. Weer een interessant nieuw product, wat zomaar uit slip gemaakt kan worden. Gaan we snel door met de volgende presentatie. Last but not least, Joost van den Bulk. Die is sinds 11 jaar werkzaam bij Touw als projectleider watertechnologie. Hij is verantwoordelijk voor innovatief onderzoek op het gebied van slip en de verwijdering van microverontreinigingen. Joost staat open voor ideeën en innovaties waarbij veel mensen aan de voorkant denken dat het toch niks wordt. Denk aan het slip drogen met restwarmte. Hij gaat nu iets meer vertellen over het midmixproces. En Joost, ik ben erg benieuwd of dat een van die innovaties is of dat al een stap verder is en er al een boel geloof in is. Oké, ga je gang. Dankjewel voor de introductie, Merle. Ik ga even kijken of ik hem ook zelf onder controle heb, deze presentatie. Maar dat zal ik zo zien. Ja, het midmixproces.
kijken hoor, werkt het? Ja, hij doet het. Eerst iets over de organisatie van het project dat we eigenlijk uitgevoerd hebben voor de STOA. Dat was een consortium van betrokken van de begeleidingscommissie, die bestond uit de waterschap De Dommel, WBL, waterschap Rijn en IJssel, HNK en Vallei en Veluwe. En wat er gedaan is dat er een pilot gedraaid is bij Atero in Wilp. Daar is een midmix installatie opgesteld. De technologieleverancier, dat is VSGM. En die doen ook een bijdrage in de afzet van het eindproduct. Het neutraal wat gevormd wordt. En wij zelf natuurlijk als uitvoerder van het onderzoek. Dan eerst iets over het midmixproces, want wat is dat eigenlijk precies? Het midmixproces is een proces waarbij ongebluste kalk gedoseerd wordt op organische reststromen, zoals bijvoorbeeld ontwaterd slip, maar ook het kan bijvoorbeeld ook bodemreinigingsresidu zijn. In dit geval dan het slip gaat in een toevoerbuffer, gaat vervolgens met schroeven naar een vormmenger toe. Wordt daar gemengd met met de neutral die retour komt uit het proces. Een gedeelte van de neutral die retour komt. Er vinden al wat reacties plaats. Waarna het opnieuw met een schroef naar de twee midmix reactoren gaat. Daar komt er vers calciumoxide bij. En de temperatuur die neemt sterk toe tot circa 80 graden. En vervolgens gaat het gevormde neutral met een schroef over een zeef heen om verschillende fracties te scheiden. Waarna het gekoeld wordt en opgeslagen wordt in dan wel silo's, dan wel big bags. En de ventilatielucht van het proces wordt afgezogen, gaat door een doekenfilter en nog door een meertrap scrubber. En uiteindelijk blijft er een eindproduct over, neutral, met circa 95% droge stof. Dan iets over de stand van de techniek. Van waar is het nou al neergezet? Nou, de eerste jaren dat het ontwikkeld is, 2006, 2007, zijn er vooral installaties in gebruik genomen in onder andere Kroatië, Belgrado, Spanje. Daarnaast een tijdje stil geweest. En in 2018 is het proces bij Atero in Wilp neergezet. Op wijze van full scale pilot, waarbij de slip waar de onder andere slip van vier waterschappen naartoe gebracht is. 20 ton slipkoek per waterschap. En die resultaten daarvan die zijn ook beschreven in het STOA-rapport 2019-35. Nou, daar staat eigenlijk alles in. Hieronder wat plaatjes van de full-scale installatie, zoals die er uitzag in 2018-2019. Inmiddels zijn er een aantal aanpassingen. En momenteel loopt er nog een duurtest in Wilp, waarbij er een verbeterde installatie staat, een aantal technische aanpassingen. En die wordt nu getest om te kijken of dat die de beoogde capaciteit van 5 ton slipkoek per uur had. Dan iets over de volgende stap. Nou, dat is vooral afhankelijk van de resultaten van de duurtest. Die komen medio 2021 beschikbaar. Dan blijkt of dat die technische verbeteringen ook tot alle gewenste resultaten leiden. Dan is er ook meer te zeggen over de financiële haalbaarheid. Want die hangt ook sterk samen met de afzetbaarheid van het eindproduct. Het gevormde neutral, dat wordt op dit moment nog getest bij SGS Intron. Om te kijken of dat het voldoet aan alle eisen die gesteld worden voor bouwstoffen en aanverwante NEN-normen. En hierbij heb ik nog even een korte figuur opgenomen uit het rapport. Waarin ook wel te zien is dat de duurzaamheid van het hele proces uiteindelijk sterk samenhangt met waar kun je die neutral voor gebruiken. Als je het bijvoorbeeld als een zandvervanger inzet, dan is de duurzaamheid niet zo groot. Terwijl als je het als het groene deel, terwijl als je het kan inzetten als een vervanger van cement 1, dan wordt het een stuk hoogwaardiger en duurzamer. En dat zal uiteindelijk ook gaan bepalen of dat daar marktpartijen mee aan de slag gaan met het midmixproces. Hier nog wat voorbeelden van wat de techniek brengt. Want het is wezenlijk anders dan de gangbare wijze van slip-eindverwerking. Je verbrandt het niet, je maakt er echt een grondstof van, een bouwstof. Hier zijn bijvoorbeeld voorbeelden van tegels die gemaakt zijn met neutral. En hierbij nog even een gevoeligheidsanalyse die we uitgevoerd hebben op de kosten van het midmixproces. Exclusief BTW en ook exclusief transport. Het blijkt vooral dat gevoeligheid nog erg
afhangt van de daadwerkelijke calciumoxideverbruik en ook de waarde van de neutral. Nou, dat moet allemaal dus nog blijken uit de duurtest die nu loopt. Nou, volgens mij ben ik netjes binnen de tijd gebleven, want ik zie Merle nog niet. Ja. Helemaal goed. Dus dan rond ik hem hierbij af. Dankjewel, Joost. Ja, zijn we aan het eind gekomen van de drie pitches. Dus ik ben heel benieuwd wat zich afspeelt op de Q&A. Leon, heb jij vragen van het publiek thuis voor de drie sprekers? Ja, in eerste instantie al een vraag voor Hans. Wat is het optimale schaalniveau voor de torens? Dus wat voor soort zuiveringen zou het geschikt zijn? Ja, dank voor de vraag. We hebben hem getest op de zuivering Almere. Ook de business case is gericht op die zuivering. Dus ik denk dat het wel ergens tussen de 200.000 en 300.000 IE minimaal moet zijn. Wat een voldoende schaal is om hem ook terugverdienbaar te krijgen. Oké. En een andere vraag die daar een beetje op aansluit. En ik denk ook een vraag voor Jouke. Is, zien jullie een markt voor het kool? Want Torworst Pellet is ook een beetje koolachtig materiaal. En uit de biobitume komt ook een koolproduct. Is daar een markt voor in de landbouw? Of denken jullie echt toch meer aan energietoepassingen? Ja, op dit moment denk ik dat de energietoepassing het meest voor de hand liggende is. Het heeft ook te maken uiteraard met de verontreinigingen die meegaan in de biochar-stroom. Daar sluit ik mij voor nu bij aan, Leon. Oké. Okay. Wat is er voor nodig om het wel richting landbouw te kunnen doen? Welke vervuilingen hebben jullie het dan over? En kunnen die daar nog uitgehaald worden? Of moet je dan naar een andere technologie? Ja, vanuit de literatuur is wel een beetje bekend dat je met 200 graden eigenlijk, dat het te weinig is om bijvoorbeeld medicijnresten onschadelijk te maken. Maar tijdens de pilot hebben we daar verder niet naar gekeken. Dus misschien dat we tijdens de demo daar wat meer onderzoek naar kunnen doen. En ja, misschien zijn er technieken in de toekomst om hem nog verder te behandelen, dat wel mogelijk is. En is dat ook een probleem bij de biobitume, Jouke? Ik zit meer te denken in de problemen die we zien met metalen. En ook het fosfaat zit er nog in. Maar goed, het procedé wat nu ook ontwikkeld wordt voor de asroute zou daar ook toegepast kunnen worden. En wellicht kunnen de metalen ook met bepaalde technieken eruit gevist worden in de toekomst. Maar op dit moment zijn we gewoon niet zo ver. En de focus ligt met name op biobitumen. En als we de biochar kwijt kunnen als biobrandstof, is dat in eerste instantie al een goede bestemming. En denk je dat de verontreiniging in het biobitumen geïmmobiliseerd worden, als die er nog in zitten? Want de temperaturen zijn inderdaad misschien niet hoog genoeg om alle verontreinigingen af te breken. Goeie vraag, Leon. Ik weet zo niet precies welke verontreinigingen waar naartoe gaan. Daar zullen we nog verder onderzoek naar moeten doen in de volgende fase. Wat wel zo is dat we in de temperatuur bereikbaar weer zitten, dat we geen PAX hebben. Mm-hmm. Nou, het vergelijk is misschien ook wel met asfalt. Dat wordt ook uit olie gemaakt. Daar zullen ook aromaten in zitten. En daar is het kennelijk niet zo'n probleem. Dus misschien valt het mee, maar daar moet je nog naar kijken dus. En ik heb nog een vraag voor Midmix, voor Joost. Iemand gezegd van, nou, je gebruikt dus eigenlijk calciumoxide om het slip te drogen. En daarna maak je er cement van. Had je niet beter gewoon direct cement kunnen maken van calciumoxide? Dus is er ergens een bepaalde toegevoegde waarde van het slip in het maken van dat neutraal product? Ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Dat was ook ongeveer de eerste vraag die ik had toen ik met het onderwerp te maken kreeg. Maar het mooie van de techniek is natuurlijk dat je een oplossing hebt voor wat nu als een afvalproduct beschouwd wordt. Dus dat je dat is natuurlijk niet iedereen het mee eens in deze groep, maar in principe wordt slip gezien als afval. En als je daar nu door een hoogwaardigere stof erbij te voegen, uiteindelijk tot een... zo zien dat de bel gaat... Als het je uiteindelijk lukt om door een hoogwaardige grondstof toe te voegen daar uiteindelijk ook een hoogwaardige bouwstof weer van te maken,
Dan is het plaatje qua duurzaamheid natuurlijk hartstikke goed. Want dan is het aandeel as van die slip ook een bouwstof geworden. Het is alleen de zaak om er zo hoogwaardig mogelijk bouwstof van te maken. En dat wordt nu onderzocht. En wat voor schaalgrootte zit u te denken? Is het voor vervanging van een vergister of zet je het achter een vergister? Dus zou het ook misschien voor juist hele kleine zuiveringen geschikt kunnen zijn? Wat is het businessmodel daarvoor? Ja, dat is nog een beetje de vraag. Het is wel het idee is over het algemeen wel om het centraal te doen. Maar in principe zou één lijn rond de 15.000 ton slipkoek per jaar moeten doen. Alleen pin me er niet op vast. Dat moet ik nog even nagaan bij VSGM. Die kan daar het beste antwoord op geven. Ja, ik zie dat zij ook actief zijn in de chat volgens mij. Dus waarschijnlijk komt daar misschien nog wel een antwoord in de chat. Er zijn inderdaad ook nog wat meer vragen over de CO2 footprint in de chat. Maar ik denk dat je daar ook een grafiekje al over hebt laten zien. En dat het misschien het beste is om dat ook even in het STOA-rapport na te... Ja, ik zou vooral ook verwijzen naar het STOA-rapportje. Ja. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter. Lees de STOA-rapporten. Dan weet je over deze technologieën en over alle ontwikkelingen die er zijn. Ik wil graag naar een poll. De laatste poll van vandaag. Ja, daar wordt die al ingestart. Wat vind je belangrijk voor een nieuwe techniek voor slipverwerking? Denk eraan, eigen verwerking en eindverwerking moet je meenemen hier of moet. Zou je mee kunnen nemen in jullie antwoord. Dus ook wat er buiten de poort gebeurt. Vind je het belangrijk in de nieuwe techniek dat de slipverwerkingskosten drastisch verlaagd worden? Of dat die moet leiden tot energiebesparing en lagere CO2-impact? Dat het mogelijk moet zijn om meer grondstoffen terug te winnen. Dat het veilig moet zijn en milieustorende verbindingen in het slip moet afbreken of immobiliseren. Of dat die betrouwbaar moet zijn. Een verstoring in de slipverwerking is funest. Cora, ik mis je bij het bespreken van deze poll. Anders moet ik zelf een beetje voor me uit gaan zitten kletsen. Daar ben ik. Ik denk, nou, het gaat hartstikke goed zo. Ja. Ja, dat is zo saai in mijn eentje. Ja, nou, mooie vraag ook om te kijken van waar al die nieuwe technieken allemaal aan getoetst moeten worden. Hè? Want het is natuurlijk weer een breed palet aan innovaties wat vanmiddag voorbij komt. En ik kan me best voorstellen dat waterschappen ook af en toe wel last hebben van keuzestress. Niet alle technieken zijn klaar voor de praktijk, maar bij een van de vorige Mentimeters werd juist geconcludeerd van dat waterschappen zelf ook juist meer in het voortraject bij de ontwikkeling van innovaties willen participeren. Nou, ga er maar aan staan. Welke innovaties kies je en welke zijn nu echt belangrijk om verder te ontwikkelen? En als we dan de verdeling hier zijn, is het weer allemaal ongeveer, niet helemaal, maar toch wel, wordt alles wel belangrijk gevonden. Dus dan wordt het nog lastiger in die keuze. Ja. Nou ja, dan moeten ze alle technieken moeten overal op scoren, denk ik dan maar. Hè? Ja, ik ben benieuwd hoe dat is met de technieken die vandaag besproken zijn. Dat kunnen we zo meteen eens even aan alle... Maar bovenaan staan toch de grondstoffen terugwinnen. Hè? Dus die basisgedachte van 2050, alles 100% circulair. Nou, dat gedachtegoed wordt toch steeds meer ingebed in al ons handelen. En ook bij het ontwikkelen van allerlei innovaties. Ja, is mooi. Hè? Soms denk ik nog wel eens terug aan die eerste workshops rondom de energie- en grondstoffabriek. Toen we het hadden over hoe gaat de toekomst eruit zien. Dat was in 2011, 2012. En dat we nu al zulke stappen hebben gemaakt. En dat iedereen eigenlijk grondstoffen en energie als vanzelfsprekend. En met name grondstoffen terugwinnen als vanzelfsprekend is gaan zien. Ja.
het is wel de vraag van hoe ver ga je daarmee? Hè? Van, ben je al tevreden als je fosfaat terugwint? Of moet alles teruggewonnen worden om te zeggen van, oh, alle grondstoffen zijn eruit? Ja. Maar goed, het is een goed begin om, zeker ook de energie en grondstoffen is begonnen met de top 5 aan grondstoffen. Daar zijn echt wel stappen mee gemaakt. Dus zeker goede ontwikkelingen. Ja, en die energiebesparingen en CO2-impact en de grondstoffen die staan bovenaan. Betrouwbaar zijn, dat vindt 14% van de mensen. Dus het moet wel betrouwbaar zijn, maar de anderen zijn toch belangrijk. Dank jullie wel voor het stemmen. Dat laatste vind ik best wel een bijzondere constatering. We hebben niet zo lang geleden gezien dat een verstoring van ook de slip-eindverwerking, dat toch wel een mega impact heeft. Maar wellicht is het toch beter te handelen, dit soort risico's, dan meer redundantie of andere soorten contracten. Dat het niet zozeer aan de techniek ligt, denk ik. Dan zijn we het stiekem alweer vergeten. ik denk dat dit nog wel goed in het geheugen. Gebeurt ondertussen slipcrisis. Ja. Wat is dat ook alweer? Ja. Gaan we met deze laatste poll denk ik dat we kunnen kijken of er nog vragen zijn aan die opgekomen zijn aan de rest van de presenters, de mensen die gepresenteerd hebben. Leon, heb jij nog iets uit de Q&A waarvan je zegt, nou, dat is iets waar iedereen over na kan denken of antwoord op kan geven? Anders heb ik nog wel wat... Nee, er zijn geen nieuwe opmerkingen. Misschien wel nog even over een opmerking over die dementiemetervraag. Dat eigenlijk moet je... Ja, de ladder van Lansing gaf die volgorde al aan. Van je energie staat lager op de ladder dan recycling. Dus in die zin past de uitslag van die dementiemeter wel bij de ladder van Lansing eigenlijk. En we zijn er ook met z'n allen dus aan toe, hè? Dus om het volgende treetje te maken. Ja, we gaan die ladder opklimmen. Ja. Die ladder is er goed ingeramd in het verleden bij iedereen. Dat zou ik concluderen. Maar misschien kunnen alle sprekers er even bij komen weer. Ja, want wat ik me nou afvraag is, wat zijn nou de belangrijke succesfactoren in het innovatietraject? Want we zien innovaties die nog aan het begin staan, innovaties die al toegepast worden. Wanneer is een innovatie, kan je nu van tevoren zeggen van, hey, die gaat doorbreken of we zitten op die TRL1, laten we zien wat het wordt. Wie wil daarop reageren? Anders ga ik de beurt geven. Ik ben tenslotte een juf. Oh, ik wil er best wel wat van zeggen, Melle. Ja, ik denk sowieso, dit is heel moeilijk uiteraard om aan de voorkant die voorspelling te doen. Anders dan zou het ons leven een stuk makkelijker maken. Ik denk wel belangrijk is om dat wel zoveel mogelijk te proberen. Maar zeker niet op één paard te gaan wedden. Als je op 5 paden wedt, om het zo te zeggen, dan hoop je gewoon dat er 1 gewoon doorbreekt. In ieder geval, dat is hoe ik daarin zit. En vinden de waterschappers dat ook? Of denken jullie van, nou, we moeten per waterschap, we moeten de koek een beetje verdelen? En volgens mij moet je juist de koek wel verdelen, maar moet je nooit als waterschap op 1 paard wedden. Dat ben ik het helemaal eens met jou ook. Je moet zorgen dat je met z'n allen alle technologieën verkent. En zodat je goed de keuze kan maken, mocht je staan voor een aanpassing, renovatie of wat dan ook. Dat je weet dat je de juiste of de slimste technologie gaat kiezen. En hoe ga je hoe kies je nou die technologieën? Ga je in de partners waarmee je dan gaat samenwerken? Is als er een Willy Wortel langskomt, zeg je, oh leuk, gaan we doen? Of zit daar nog iets van een strategie achter? Ik dacht al dat jij hem ging antwoorden. Dat zo'n benchmark, zo'n bedrijfsvergelijking, zuiveringsbeheer, is natuurlijk altijd een mooi moment om ook met je bestuurders aan de slag te gaan. Van kijk, dat zijn zorgenkindjes. Daar moeten we wat mee doen. En zo is dat in 2014 ook bij ons gegaan rondom zuiveringsslip. De wens om minder te produceren, de wens om droger te ontwateren.
Ja, en dan mag je blij zijn dat je een goed netwerk hebt waar je ook eens een keer een hengeltje kan uitgooien. En zo ben ik toevallig ook bij ECN terechtgekomen. Het ging eerst over de zonnepanelen en innovaties. En toen op een gegeven moment zijn we overstap gemaakt op Torvos. En dat is een klik. En wat ik ook belangrijk vind, is in een succesvolle innovatie, er moet een klik zijn met de mensen waarmee je het doet. En er moet ook een gezamenlijk belang zijn. Maar er moet vanuit de waterschappen ook met interesse naar worden gekeken. Als uiteindelijk maar één waterschap het interessant vindt en de rest niet, ja, dan kun je misschien beter ophouden. Dus in dit geval van Torvos is het natuurlijk ook prachtig dat we nu 3 waterschappen en Stoo bereid hebben gevonden om die laatste stap te maken in die doorontwikkeling. Maar een wederzijds belang, een gezamenlijk belang en een klik, dat vind ik altijd wel goed passen bij zo'n traject. Die klik, dat is wederzijds vertrouwen. Hè? Je moet met elkaar dat proces ingaan. En ik denk dat je ook goed moet realiseren dat je doorzettingsvermogen met z'n allen moet hebben om dit soort technologieën een stap verder te brengen. Want soms dan wordt het toch net even te gemakkelijk gedacht van, oh, we doen een pilot en dan zijn we er. Nee, soms dan moet je echt wel lange adem hebben om innovaties te laten slagen. En dan is dat wederzijds vertrouwen wat je hebt met elkaar is reuze belangrijk. Want dan heb je elkaar des te harder nodig. Ja, reageren. Ja, ik heb dat ook in mijn presentatie ook wel duidelijk willen maken, dat het vertrouwen heel belangrijk is, zeker in die lange processen. Want 2010 is het bij ons gepresenteerd en nu staat er dan een Temista. Het is gewoon 10 jaar, een proces van 10 jaar. En dan is het echt heel belangrijk dat je goed met elkaar door één deur kan, zo maar te zeggen. Sorry, Sjors, dat ik je... Dat vind ik niet erg. Maar wat mij in het geval van SRW gaat het me vooral om de drive. Want ik heb wel eens een andere partij die met superkritische vergassen bezig was een locatie bij ons aangeboden. Omdat ik vind dat we dat ook moeten doen. Maar ik zei ook meteen, ik geloof totaal niet in jullie technologie. En dus was ook superkritische vergassen. En nu, bij zo'n club als dat SRW, daar zit een enorme drive achter. En dat vind ik wel heel belangrijk. Blijkt ook weer dat passie innovatie verder helpt. Mooi is dat. Als je nou als waterschap launching customer wordt of meewerkt aan zo'n nieuwe technologie, hoe zien jullie dan de afspraken die je moet maken met een technologieontwikkelaar als het verder uitgerold wordt? Om die, vind je dat je er dan ook geld aan moet gaan verdienen als waterschap? Of ben je blij dat je die speeltuin hebt kunnen zijn? Wil je mee profiteren? Hoe zien jullie dat? Ja, kort. Waterschappen zijn natuurlijk niet op aarde om geld te verdienen, maar wel natuurlijk om de taken betaalbaar te houden. Voor rivieren hebben we daar natuurlijk ook afspraken over gemaakt. Stoa participeert ook in de onderzoeken. Stoa wordt ook gefinancierd vanuit de waterschappen. Dus vanuit het Evira-traject zul je zien dat bij verkoop van de technologie er ook een bepaald percentage terugvloeit richting Stoa, zodat weer andere onderzoeken kunnen worden gedaan. Ook bij bepaalde technieken zie je wel dat je licentiekosten betaalt. Nou, ik vind niet dat een waterschap die mee gefaciliteerd heeft en ook financieel heeft geparticipeerd, dat die dus die licentiekosten moeten betalen. Dat soort afspraken maken we rond Torvos bijvoorbeeld. Het zijn wel vaak maatwerkafspraken, hè? Want in zijn algemeenheid, ja, je doet mee met een pilot als je echt een launching customer bent. Nou ja, het is maar net ook wat jouw bijdrage ook financieel is in een traject. En ook als er zaken gecommercialiseerd gaan worden, is het alleen in het binnenland of in het buitenland. Het is toch wel, wil je daar goede afspraken over maken, dan moet je wel even de juiste context ook wellicht per innovatie ook wel schetsen. Ja, en het gaat niet over één nacht ijs vaak bij dat soort afspraken. Nee. Maar het is wel goed om erover na te denken, hè, van hoe ook een samenwerking, dat je elkaar wel nodig hebt met de ontwikkeling. En op het moment als iets een succes is, nou ja, dan is het ook allemaal niet zo erg om dingen ook te kunnen delen. Dan moet iedereen heel blij zijn om iets daarvan te kunnen delen.
Het is als een huwelijk. Je gaat door diepe dalen, maar je viert ook de feestjes samen. Zullen we daarmee afsluiten? Ik wil een mooie metafoor, ja. Ja. Cora, ik wil het woord geven aan jou om dit webinar weer af te sluiten. Ja, we zijn alweer aan het einde van een 2 uur durende webinar. En we hebben heel veel voorbij zien komen. Het is altijd toch weer heel indrukwekkend wat je in zo'n korte tijd kan doen. We stippen heel veel onderwerpen aan. En ik ben ook heel blij dat de sprekers ook regelmatig allerlei STOA rapportnummers noemen. Dat ieder kan nakijken voor de details. En ik hoop dat we iedereen weer gewoon mee hebben genomen met een aantal mooie ontwikkelingen. Heel veel dank. En ik zei het in het begin al, dit was de derde webinar. We hebben nog een vierde. En die gaat plaatsvinden op 25 mei. Dan staat de toekomstige slip-eindverwerking op het programma. En we hebben ook daar alweer mooie sprekers voor in beeld. De VVZB komt de ontwikkelingen schetsen van het slip. Maar ook de slip-eindverwerkers, SNB, HWC, GNB, Aqua Minerals is van de partij. En ik hoop dat we dan een setting hebben waarbij we dan toch ook weer niet helemaal digitaal hoeven te gaan, maar juist ook weer toch ook om tafel en in een hybride vorm de interactie kunnen vinden. Dat wordt het vierde en laatste webinar. En dan geven we eigenlijk het stokje over aan Waternetwerk, want die heeft op 17 juni de circulaire slipketen geagendeerd voor een webinar weer. Dus degene die dan nog niet klaar zijn na 4 webinars bij STOA, die kan bij Waternetwerk doorgaan. En daar wordt meer naar de circulaire toepassingen gekeken. Er wordt ook meer nagedacht over hoe organisch materiaal beter benut kan worden in de landbouw. Hoe nieuwe waterconcepten ook in relatie tot organisch materiaal toegepast kunnen worden. Dus ook goed om te noteren 17 juni. Mij rest eigenlijk een ieder te bedanken voor de deelname aan het SLIP webinar. En ik hoop dat 25 mei dat een ieder weer van de partij is. Fijne avond en tot ziens.